Ik ga gewoonlijk voor een kleintje, met een vleeskrokket. Is het waar dat je in de pizza ooit een kindje hebt gereed? is dat erop, maar in een apart. Die scheiding was dat voor de operatie aan uw hart. Met die ajaantjes, wat een curry, wat speciaal, toch wat gezond. En na die uitspraak is die zaak dan netjes afgerond. Mag er zout op vragen, altijd. Ik ben dan wel verbaasd. Ja, want als ze het er niet op doen... Dan ligt het zout ernaast. Hé hey, wauw, met Peter de Pauw. Ja. Vrijdag alweer, dus welkom bij een nieuwe frietcast. De nationale praatgroep voor frietliefhebbers. Ik ben Petra de Pauw en mensen die al geluisterd hebben, die gaan al weten. Uh, naast een kleintje met pickles en een curryworst ontvang ik elke week een gast die net als ik verzot is op frieten van of niet van de frituur. In deze aflevering is dat niemand minder dan taram, Sven de Ridder. Sven de Fritter. <laughs> een mens met een voorliefde voor film, acteren en ja, frieten. We leerden elkaar jaren geleden kennen in de Parenclub. En nu ik dat gezegd heb, denk ik dat we dat eerst gaan moeten uitleggen. Ja, ja, ja. ja dat was een, een TV-programma op ja, VTM. Ja. Uh, en ik was daar met mijn vrouw, met Cindy, als kandidaat. Want de bedoeling was dat je dus als koppel kandidaat wordt in dat programma. Ja. En jij wordt daarmee herman. Ja. En, uh, ja, dus als we elkaar dus oh, dat is, wij hebben elkaar leren kennen in de parenclub dan zie je de mensen zo zien van oké okay. ik weet ook dat dat in mijn agenda stond en dat een collega dat was zo elk een van de eerste foto-agenda's. en die zegt tegen mij zo, oh beter mag ik eens in je agenda kijken met die zeg ja oh, dat mag zeker oei ik denk dat ik iets gezien heb dat ik niet mocht zien parenclub vrijdagavond om, uh, ja, ik weet niet om welk uur dat was wordt dat toch zeggen dan hè? Ja. <laughs> ik zou dat niet daarvan zeggen ik vond dat ook zo. En jij dan al gaat, dat je zo ja, iets ziet van iemand dat gênant is en dan zeg je dat gewoon niet. Hoor. Nee, tuurlijk niet. Maar nee? oh, nee. als ik dat als je dat vindt, <laughs> dan moet dat dan zijn van die persoon. Ja, ik weet dat niet. Misschien, dat kan. Hè? Nee, nee, ik zou dat niet durven zeggen. Nee. Allee, ik zou dat daar wel verder vertellen. Zeg, weet zeg, met wat ik heb zien staan in de agenda van Petra de Pauw, Parenclub. Maar zo ontstaan er dus wel roddels die dat misschien niet waar zijn. Hè? Dat is waar, maar dat is, ja, ik ben niet anti-roddel. <laughs> <laughs> ik ook niet, Sven, en daarom heb ik u graag. <laughs> zeg, dus als je naar de frituur gaat, Sven, dat is eigenlijk de eerste vraag die ik altijd ja. stel. Wat bestelt je dan? Eh, wel, uh, ik wist dat die vraag ging komen. Dat is de enige vraag waar ik me een beetje op heb voorbereid. Huh? Uh, omdat ik uh, uh, altijd een minieke bestel. Sowieso. Een minieke? Een minieke ja. Ik had meer zo'n familiepak bij u? Nee, een minieke. Ik, uh, ik, omdat ik, ik eet graag frieten, maar ik ben eigenlijk meer fan van de vleesjes erbij ah. dan de friet. De friet is voor mij eigenlijk een bijgerecht bij de rest. Ah ja. Uh, dus altijd een minieke. Uh, en dan moet ik al gewoon mijn best doen voor dat op te krijgen. Um, ik uh, ook nooit zout op de frieten, omdat de frieten dan plat worden. Uh, dus ik doe er daarna zout op als ik thuis ben. Uh, de sausjes dat, dat varieert, maar mijn favoriet is tomates. Tomatijs. Dat ja. klinkt een naam zoals Tom spatie Matthes. Ah, Thomas. Thomas. ah zo, ja. Ik denk dat die moet bestaan. <laughs> ja. Wat is Thomasijze ja, eigenlijk? Is Thomas, wat ah, wel is dat is een combinatie van uh, Thomasrijk en mayonaise. Ah ja. Okay. Dat Ik zie ook roos. Roos. Dus dat past perfect bij, bij mijn logo. logo. Ja. 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 ik heb wel iets meer. Ken je geen een Nee. Allee, jong. Nee. jong. Weinig mensen kennen dat. Ja. Ja. Dat is zo'n beetje uh, een zuurige saus. Oké. Okay. Ja. Af en toe, als ik sowieso zeg van een coulisseotto, dan pak ik uh, Amerikaanse ja. Ken je dat? Ja, ik pak altijd pikels, hè? Pikkels of mayonaise. een keer zo. Ah ja, oké. Okay. Dus Amerikaans kende ook niet. Jawel. Jawel. Maar het smaakt echt zo naar Amerikaan. Nee, ja, dat is kei-pikant. Ah, ja, oh. saus. <laughs> um, en dan, uh, uh, wacht hè, dus tomatijs, Amerikaans. En heel af en toe ook is mammoetsaus. ja, oké. Okay. Vind ik ook lekker. Ja. Maar tomatijs is de grote winnaar. En, en dan. Ja? Tomatijs, is dat dan, als je zegt van, het is zo wat zuurig, is dat dan zo wat te vergelijken als pikkels of niet? Ja, niet zo zuur. Ah ja, iets zachter. Nee. Ja, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb je onderbroken. Want is dat, dat, dat zoete zeggen. van de van de en dat dat van de mayonaise? Ja? Allee, als je toch citroen met, met, euh, mayonaise met citroen mm -hmm. verkiest boven mm -hmm. citroen met <laughs> eieren, ik. die combinatie. Ah ja, Oké. Okay. Ja. Okay. Maar en... nou, weinig mensen kennen, dat, want bij mij in de frituur, uh, ik heb zo twee vaste frituuren waar ik naartoe ga En één frituur heeft dat speciaal voor mij in huis genalen, omdat ja. hij zegt van ja, mij dan niemand vraagt. Ik heb dat ook nog nooit zien staan, of ja. zo. Maar staat er dan ook zo een korstje op, omdat jij dan de enige bent die dat bestelt? <lacht> <lacht> dat weet ik niet. <laughs> maar ik gewoon <ga> regelmatig. Dus. <laughs> ik ben ook zo in de frituur denk ik, de enige die pikels vraagt. Ja. Hier in Antwerpen is dat niet zo ingeburgerd nee. of zo. Pikkels, dat is zo zo is of zo. Ja, dat is, zo, hè. <laughs> ja, ja. Dat is lekker. Een ja. mayonaise er ook zo wat bij, dan doe ik daar thuis zo ja. wat mayonaise op. Ik vind pikkels wel oké, okay, maar ik zou dat nooit bij mijn frieten pakken. Ja. Nee, zowel binnen een bustik of zo. Ja. Ja. Dat bestaat ook, je hebt zo'n saus hè, op basis van uh, pikkels. Oh, hoe heet dat nou weer? Ik zou dat Blackwell saus? Blackwell, cro ja, Cross -and Blackwell, of zoiets. Ja. 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 En dat is met pickles dat ja. is heel, heel lekker. Zo met de saus van uw, van uw vlees en zo. Oké. Okay. Ja. Zeg maar, uw vleesekjes. Je zegt ja. van, hè, dus een mini Dan drie vleesekjes. Vleesekjes. Drie, hè? Ja. <laughs> ja, kwijt het. Altijd drie? Ja, meestal drie. Ja, 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 ja. meestal. Soms twee, uh, maar meestal drie. <laughs> Eentje altijd, definitief. De vaste standaard die er altijd bij moet, is een kipkorn. Een kipkorn? Ja. Dat vind ik wat droog. Ja, maar dat doe ik dan. Thomas Grek bij. Ah ja. Kipkorn met Thomas Grek. Ja, dat is keihard lekker. En dan is het, uh, ja, is het soms is het een variatie. Ik probeer altijd zo van nieuwe dingen, probeer ik wel. Mm -hmm. um, maar een ripster, dat is een, een, een favoriet ook van mij. Uh, daar doe ik dan uh, pinda's zelfs bij. Ik mm hoor -hmm. uh, een doodgewone kipzat vind Vind ik ook keihard lekker. Maar kruidenop? Ja, maar dat moet niet. 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 Dus, ripster, uh, saté sito-stick. Um, ah, ja. Heel af en toe. Dat kalkoen, denk ik. Zo, hè. Mm. Ik zie gaan zo zien: Ah oh, ja, dat. Mm. Ook zo droog. <laughs> ja, dat is allemaal zo droog. Je wilt gewoon veel saus eten. Nee, ja, ja, en bij, al, bij alles past wel een saus bij mij. Die ripster met, met die pindasaus, dat is fantastisch. Ja. Um, die kipkorn met die tomahawk. Uh, dat zijn zo wat... Dan kunnen we speciaal heel af en toe... Met tomaatketchup, mm. niet met curryketchup. Uh, maar, maar, en niet te veel niet. Ja. Ah. maar eigenlijk maak ik alles in frituur. dus ik probeer zo die kipkorn als standaard erbij te nemen. dan is het zo een van de dingen die ik heb opgenomen, zo'n een ripster of een kipzaktei of uh, curry was speciaal. en dan is het altijd een verrassing erbij. Eet dat ik zeg van ah da of da. en is dat dan van laat u verrassen door de frituurist zelf? Nee, op het of? moment, waar dat, waar dat ik ja en zei jij ook zo iemand van vooraf, vooraf dat je gelijk me wel typen die zo'n bulletje voor tijdens het wachten vraagt. Nee. Nee, nee, nee. Nee, kan, absoluut hè? niet. Nee. Of zoek zo, je zo mensen die zo'n infriteur al een Pintje vragen, ja. dan denk je van ja, maar dan zit de maag al vol tegen dat je thuis bent. Nee, nee, dat niet. Nee. Ja, Herman doet dat wel om zich zo wat. Marginaal vinden. Dat ik hem dan zo'n pintje kan vragen. Nee, ik vind nee. het. Nee, ja, 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 redelijk. Ik vind dat ook redelijk marginaal. Ik al een pintje bestellen om al in te drinken tegen dat je het thuis. Ja. Maar vol, ja. nou, als het dan bij één pintje blijft, is dat nog wel safwaai. Ja, maar dat is een 33, hè? Zo. Ja. Is dat geen 33 ja. centiliter? Nee, 25. Dat een kleintje zo. Ja, maar dan zit het toch alleen. Maar dat een braver is geweest, ik kan mijn bek niet meer En dan, ze dan zit ik al vol. Ik krijg trouwens ook nooit alles op. Hè? Nee? Nee. Er nee, is altijd wel iets dat ik denk van dat overschiet. En dan denk ik, ja, waarom pak ik dan geen twee vleesjes? Ja, voilà. Nee, maar ik kijk graag zo naar een halve kipkorn en dan begin ik al een ander vleesje. Zo door elkaar ook. En vinden dat zonde om weg te gooien? Nee. Nee, nee want die kipkorn die durf ik wel bij voor een late night snack nog. Koud. En dat bedoelde met bij. Koud! Ja. Echt? Ja. <laughs> Leg je die dan ook even in de vriezer. Ja, ja, absoluut. Maar enfin, ja. Hoe komt dat? Dat komt eigenlijk heb ik sowieso niet graag warm eten. Mm -hmm. En, en dat bedoel ik mee eten dat, dat te warm is, waardoor dat je het niet kunt eten. Mm -hmm. daar, daarom lust ik eigenlijk soep niet. Allee, ik lust dat wel, maar ik eet dat niet graag omdat soep altijd veel te warm is, en dan kunnen we er niet van deur eten. En dat komt. Mijn ouders die uh, vroeger uh, theater speelden en die moesten dus vertrekken uh, donderdagavond, vrijdagavond als ik van school kwam moesten die rond een uur of vijf vertrekken naar het theater. Maar ik kwam dan eigenlijk net thuis mm -hmm. en dan hadden die altijd eten klaargemaakt en dan, dat was in het begin ja, eind jaren tachtig de, de eerste microgolfovens, zo van die grote kassen. Wij hadden dat dan? En dan zei ons maar van, ja, dat is uw schoteltje, en waarom dat dan op in de microgolf? Dat was revolutionair. Ah, een microgolf, we hebben dat pas later gehad. Ah, nee, nee eind jaren tachtig herinner ik mij de huh? eerste microgolf. Echt zo'n... Ja, een zo megabak, zo. voor ja, verproven in de don. In Area 51, hè. Zo echt zo... Zo'n deur die je moest dooddoen. En ik mocht er ook niet naar zien, van de stralingen en zo van die dingen. Nee, dan ga je al je haar kwijt <laughs> Maar ik had geen geduld. Dus ik had geen geduld om dat terug op te warmen. Dus het resultaat... Ik had eigenlijk altijd afgekoeld, lauw tot bijna, bijna koud eten dat al opgewarmd was. Wow. En ik vind dat fantastisch. <laughs> ik heb dat nog altijd. Dat ik vind dat gek, geweldig. Dat. dat is gek, dat je daar aan zo'n gewoonte, eigenlijk luiheid van u dan, ja, kunt ja. wennen. puur luiheid. En nu vind ik dat overheerlijk. Om, mijn vrouw doet dat ook als ik theater... Ik eet nooit voor een voorstelling. Of toch niet... Uh, uh, um, zwaar. Oh, ik, heb, ik heb andere dingen gehoord toch? De delivery ja. en zo, die, die reed toch serieus dat naar voren? Dat, dat, nee, 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 dat is niet voor mij. Dat is vooral voor de crew. Maar dat gewoon altijd alles. Ja, uh, je die uh, altijd mee. alles bij. Hè? Ik kan dat niet voor een voorstelling echt eten. Dus ik eet dan rond een uur of vier. Dan eet ik uh, iets klein. En dan uh, na de voorstelling dan eet ik eigenlijk mijn avondeten als ik thuis kom. In die optiek van iemand die gaat werken. Die eet ook zijn laatste maaltijd nadat hij gedaan heeft met werken. Dus bij mij is dat theater spelen. En mijn uren liggen nu anders. Dus bij mij is dan de avondmaaltijd na het werk ook na de voorstelling. Mm -hmm. Vroeger konden dan nog een van die uh, nachtrestaurants gaan eten in de stad. Dat was fantastisch. Ik herinner me nog de Valentijn uh, in de Anneesestraat. Daar konden dan om twee uur s'nachts binnenstappen en zeggen: Ik wil dat vleesje met die patatjes en die groentjes. En, en dat werd dan klaargemaakt. Dat bestaat allemaal niet meer. Uh, dus nu maakt mijn vrouw eten klaar en dan weet ik, is er een schoteltje dat, de, dat voor mij in de ijskast staat met eten dat gegeten is, maar ik eet dat dan stevast koud op. Sowieso. Sowieso. Een spaghetti of... Het oh. uh... <laughs> is niet zo goed als de koude spaghetti. Dat is beter als een warme spaghetti. En zeker de dag daarna. Ja, Ai. als het zo wat ingetrokken is. Ja. Maar koud alleen. Ja, en koud. Ja, en dan een beetje ketchup erbij. En ook in de winter. Ja, ja dat wat is verschil. Ja. Ja, in de winter dat je zo, soms zo'n goesting hebben als je zo van buiten komt en het is dus koud, in zo'n warme maaltijd. Ik heb dat niet. Nee? Nee. Nee, nee. nee ik vind dat... Ik, ik kan niet dooreten dat dat warm is. dan moet zo blazen en, en nu, ik verbrand mijn eigen... En, nee, vind ik niet leuk. Dus laat je dan ook je frieten thuis even afkoelen? Als je die gaat halen? Nee, dat niet, niet speciaal. Maar die zijn al een beetje afgekoeld tegen dat je thuis bent en dat dan uitgepakt is en iedereen zijn heeft. Ik ben ook altijd de laatste die dan aan mijn ding begint, omdat ik dat niet erg vind. Ah, dat ja. Dat, ja, ja. Dus jij zit degene die dan zo wat de tafel dekt ook? Als nee, de tafel zet. is meestal dan al gedekt <laughs> als ik thuis ga met de frieten. Uh, maar uh, frieten, dat is. Ja, dat is bij ons thuis toch een, een ritueel. Iedereen eet dat op zijn eigen manier, op zijn eigen dus Hoe je dan? Ja, Dus drie vierde van het gezin eet dat dan in de zetel. Mm -hmm. Ik kan dat niet. Ik, dan zit ik helemaal alleen aan tafel met je. Jij zit, zit aan tafel? Ja, ik, ik kan niet eten in een salon. Dan zit mijn slokdarm in een vraagteken. ik altijd. Zo... Nee, ik moet aan een tafel eten. Ja. En eet je dat ook met vork en mes? Nee, nee, ah. dat niet. Om, kun je we speciaal wel. Maar... Ja, om die op, op te heffen. Ja, ja. Ja. Nee, om de... Ja, ik heb dat op en dan steek ik bij mijn mond. Echt? Ja, zo. <laughs> nee, nee, het is dus geen harsnijden. En ja. mij mooi zo deftig. Ja, ja, ja. Ik ja. vind dat wel een leuk ritueel dat je daar rond een tafeltje eet voor de TV. En als er dan zo een programma is zoals De Mol, ja. zo'n familieprogramma. Is dat eigenlijk vandaag de dag zo nog het enige moment dat je zo met je gezin samen TV kijkt? Ja, wij kijken wel meer samen TV? Ja, ja. Ah, ja. ja. <laughs> maar, maar ik kan niet eten aan een salontafel. Ik kan dat niet in de zetel. Ik smoes dan altijd. En ik vind dat verschrikkelijk. Dus ik moet dan aan tafel zitten. Allee. ja, ik had een heel ander beeld van u. Ja, ja. En, en Shindy zit ook in, in de zetel. Ja, en, en dan Robinho ziet Oh, dat is toch zo zielig. Papa zit alleen aan tafel. Maar ja, dat is niet erg. Dat is niet erg. Ik vind dat goed. Dan, dan ben ik, ik, dan is mijn slokdarm gerust. Ja, je zei dat uw ouders vroeger naar het toneel gingen. Uh, ik denk dat jij zo wel een atypische jeugd hebt gehad, denk ik. Ja. Ik klopt. Dat niet? Ja, ja. Want jij werd ook niet echt een schoolganger, hè? Nee, Allee, ik ging graag naar school, absoluut. In de voormiddag. Uh, dat vond ik fantastisch. <laughs> Alle dagen woensdag. <laughs> maar um, ik heb een fantastische schoolcarrière uh, gehad. In de zin van dat, wa dat waren fantastische opleidingen. Uh, het lager onderwijs was de Silo Muzika. Dat is een, een richting die zich um, toespitst op creatieve kinderen. En uh, alleen maar met muziek bezig zijn. En alles leren via de muziek. Dat is de Kodali-methode. Dat is een. Uh, ik, als ik Juist met een Hongaarse methode van lesgeven. Alles via muziek, alles via notenleer. Dat heb je dan zes jaar gedaan. En dan was er zoiets, de muzische vorming. Een beetje de voorschool voor de studio Herman Teerling. Uh, daar ging ik dan ook naartoe. En dat was een dikke feest, want dat was echt, ja, echt toffe, losse leraren. Allemaal creatievelingen. Um, en en ja, veel. Hetgeen dat je er geleerd hebt, denk ik, is. is de dingen die we interesseren, maar dat is bij iedereen zo. En veel autodidactische dingen is geleerd, maar ook zo in aanraking gekomen. Dat was bijvoorbeeld een, een, een muziekleraar die mij uh, op het pad van de klassieke muziek heeft gezet. En waardoor dat ik een, een, uh, ja, een enorm. Ik had al een voorliefde voor filmmuziek, maar daardoor nog meer. Mm -hmm. Beginnen luisteren naar filmmuziek, verzamelen en, en analyses maken van die muziek. Ik vind muziek zonder tekst nog altijd veel mooier dan muziek met tekst. Ah, oh, echt? Ja. Daar ja, echt klassieke muziek op soms. filmmuziek vooral. Ah. Ja, maar dat is de hedendaagse klassieke muziek, vind ik. Mm. Uh, ja, ik vind dat geweldig. En jazz ook. Uh, als ik kan schrijven, dan staat er altijd jazz op. Omdat dat zo... Um, er zit zo geen structuur in in mm -hmm. jazz, vind ik. Dat is allemaal zo wat vrijer. Uh, waardoor dat je niet moet beginnen letten op die muziek. Waardoor dat, dat als achtergrond kan opstaan. Dat je niet afgeleid, ja. Geraakt. Ja. ja, ja. Ah, Oké. Okay. Ja. En dan heb ik ook met uh, muziek waarop gezongen wordt, word ik afgeleid door de tekst. <laughs> ja, en zeker als je het al een paar keer hebt gehoord... Ja, dan begin al je de tekst meezingen? te luisteren. Ja, voilà. <laughs> oh nee, ik ben een heel slechte meezinger. Mm -hmm. Ik ga zo, zo één of twee stroven en de rest... Nee, nee. Voor mij is de muziek nogal belangrijker mm -hmm. dan een tekst. En dus, um, uh, hoe zijn we daarop gekomen? Ja, school. Ah, ja, school, school en thuis. Um, ja, ik ben heel rap... Uh, um, um, Zelfstandig moeten worden, in die zin van dat mijn ouders natuurlijk vaak al aan het werken waren in theaters, in de weekends en de avonden. Dus ik zat um, en mijn zus dan ook, want die, die ging dan ook mee spelen. Dus ik zat wel vrij vaak alleen thuis. En ik had dan twee beste vrienden: dat was mijn hond, de Bouvier, en een televisie. <laughs> dat waren mijn twee beste vrienden. En uh, ik heb me daar nog geen minuut beklacht. Dat dus je kunt zeggen. Ah, mijn jeugd en, oh, en die ouders altijd weg in ontwerken. Oh, ik vond dat fantastisch. Dat je zo je eigen ruimte Ik zou dat echt direct terug willen overtoon. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ja. Super. En voelde je daar nu ook soms nog nood aan om zo dat alleen moment ja. te hebben? Ja, ja absoluut. Ja. Ja, ik vind dat ook uh, zo alleen naar de cinema. Gaan. Ik kon nu wel vaak met mijn dochter naar de cinema, omdat hij de microben mee heeft, te maken, maar alleen naar de cinema, gaan, ik heb er absoluut geen probleem mee. Mm -hmm. ja. Ja, Ik vind dat ook niet zo erg eigenlijk. Nee, ik ook niet. Omdat je, je gaat voor de film. Hè? Of bijvoorbeeld als ik in het buitenland aan het filmen ben en, en um, dan ga ik kraak alleen eten. Zo. Helemaal alleen. Ik vind dat geweldig. Ja. Zet je ook lang alleen geweest? In, in relatie. In het relatiegebied, ja. Mm, nee, dat niet. Ah, nee. Dat niet. Nee, nee, ik had altijd wel liefjes <laughs> Ja? Ja. ja. <laughs> En leerde die dan kennen tijdens het theater of was dat op school? Oh nee, op, op, op school. Of ja. op, uh, ik heb jazzballet gedaan. Dus, uh, ik was een enigste jongen tussen allemaal meisjes. Dus dat was, allez, oh. was het dan jazzballet omdat je dan veel meisjes rond je had? Ho, was dat? Wij moesten iets doen, <coughs> artistiek, buiten school. Ik heb even piano gevolgd, maar dat, dat, dat heb ik niet volgehouden omdat ik te klein vingers heb. En ook die noten leer, dat was... Ja, ik, ik heb een heel uh, auditief gehoor, maar als ik dan moet beginnen opschrijven en dat moet concreet maken, dan vind ik dat verschrikkelijk. Dus ik zat niet graag aan een bureau of, of, of lang hetzelfde bezig. Mijn concentratie was daar te kort voor. Um, dus moesten we iets anders artistiek gaan doen. Ja, theater, daar had ik van thuis al mee. Dus dat vond ik geen uitdaging om dat ook nog eens buiten school ja. nog eens te gaan doen. Maar mijn mama is choreograaf en balletdanser geweest. Um, dus ik dacht, ah, dansen, dat is, dat is tof. En ik ging jazzballet volgen. En ik was daar de enige jongen tussen allemaal meisjes. Dat was dus een... Ja, een Onvoorzien voordeel. <laughs> dat, dat kwam er ineens uh, goed bij. En plus in de les was ik dan met dat dansen uh, het favorietje van mijn danslerares. is, natuurlijk. Want is dat, ja, de jongen wordt. en die op buitenschool ook eens jazzballet doen. Dus uh, Dubbel punten pakken. Ja. Maar dat is dan mee dat jij dan zo. Ja, wat ik altijd vind als ik je zie spelen, je hebt zo in je lichaam zit humor. Of zit een soort van beheersing van de grap. Ja, dat, is, ik, ey, snap je dat kan ik wel door dat dansen komen. Dat dat je ja, hel... zo, hebt zo'n gevoel van als ik ja. nu zo ga staan of zo ga staan, ja. dan gaan ze lachen. of ja. Ja, De dat, beweging klopt dat, bij het moment. Ja, en daar denk ik ook niet over na. Dus met dat jij dat nu zegt, dat ik zweet of ah ja, misschien wel. Ja. Maar dat is ook zo geïncorporeerd, letterlijk en figuurlijk, dan, dat dat ja, een soort natural movement is. Maar is dat dan de combinatie misschien van, van jazzballet en met ja, ja theater. en theater. En, 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 en veel films zien. Comedy, uh, ook thuis. Uh, altijd maar comedystukken gezien en, en meegespeeld. En, en gezien hoe dat, dat tot stand is gekomen. En ik vind ook heel veel films zien. En dat dat een, een geweldige leerschool is. Um, bijvoorbeeld Michael J. Fox. Dat is nu een tv-reeks in Family Ties. Mm -hmm. Een reeks uit de jaren tachtig. Maar dat is, dat, als je dan zegt van comedy en timing, dat moet je gewoon eens zien. En dat is... Ja, dat is de perfectie. Ja? Dat is ongelooflijk. Ja. En had dat vandaag ook nog stand? Want ja. ik heb dat lang niet meer gezien. Ja, ja. Comedy, eigenlijk, goede comedy, er is toch geen datum op. Als je nou Buster Keaton ziet, of nog Charlie Chaplin, of nog de Marx Brothers, dat is honderd dat is jaar oud, meer dan honderd jaar oud soms. Dat, uh, ja, dat, dat blijft overeind. En wat is het geheim van goede comedy? Niet nadenken. <laughs> Gewoon ja. doen. Gewoon doen. doen. En, en, en op den duur ja, is dat een soort van natuurlijk. Maar als je erover begint na te denken, dan, dan gaat het gekrispeerd in de comedy. en Dan gaat de halt... Uh, lach of ik schiet-toestand zo. Ja. Toestand zo ja. Want is dat soms... Op voorhand moet je er wel veel over nadenken. Ja. Op voorhand er... Maar als je het aan dat doen bent, moet het dat loslaten. Want is het dan ook... Bij comedy vinden ook soms nog dingen bij, als je op theater... Op de planken ja, staat, Zeker, dan... op het theater, omdat je elke dag hetzelfde doet. Het publiek is elke dag anders. Jij zit ook elke dag anders in je gevoel. Uh, maar je moet toch wel repetitief hetzelfde doen. Maar dan word je geïnspireerd door bepaalde dingen van je tegenspeler of door reacties die uit het publiek komen. Mm -hmm. En dan kan er ineens zo'n soort schuif opengaan, dat je denkt: ik kon dat eens proberen. En soms mislukt dat. En dan blijf ik dat soms twintig keer proberen. En dan zit een brik nog van. <laughs> Van Dijk. Nee, ja, dat is al 20 keer dat je dat probeert. Maar <laughs> en soms lukt dat wel en dan denk denken ah, fantastisch. Ja. Ja. ja, het is geen wetenschap. Maar Herman heeft deze zomer bij uw Cowboys. Ja. gespeeld. En dan kwam hij s'nachts thuis en dan hem, de laatste woorden waren van de dag altijd: vandaag was het een goed publiek. Ja. Of vandaag was het ja, minder goed publiek. Maar kan een publiek eigenlijk slecht zijn of goed zijn? Een goed of slecht niet, maar een publiek kan wel bepalen hoe de sfeer is. Want wij weten elke avond wat er gaat komen. Mm -hmm. En wij weten elke avond, uh, uh, dit is ons traject dat we afleggen. Het publiek weet dat niet. En als het publiek... Uh, ik, ik gevoel dat... het is een bepaald moment in een stuk... Als ze daar lachen, helemaal in het begin van de voorstelling, dan, dan kun je al weten van... Ah, het is een intelligent publiek, of het is een publiek dat visuele grappen goed vindt, of het is een publiek dat, dat, uh, dat niet mee is. Dat kun je op bepaalde... Eikpunten van een voorstelling altijd voelen. En met dit stuk had ik altijd het voordeel dat ik in het begin een speech deed. Mm -hmm. uh, dus ik had het publiek al gezien. Ik had, ik had hun al rechtstreeks aangesproken. Dus ik wist eigenlijk elke avond van: het is zo publiek of het is zo publiek. Het is een publiek. Allee, een slecht publiek bestaat niet. Er bestaat alleen een publiek waar je uh, gedragen wordt op de vleugels van hun. Mm. Uh, doe maar en laat het maar afkomen en, en we, zijn, we, we, zijn, we zijn staan voor open. Mm -hmm. Of je een publiek dat afwachtend is en zegt van. Mm -hmm, we zullen niet zien wat dat gaat worden vanavond. En dan is het werken. Dan is het echt. Een beetje, dat ik altijd zeg, dan is het bergop. En dan is het. Come on, als team, als uh, 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 wielrennersteam, come on. Uh, even tempo maken en daar een beetje. Dan is het even terug alles van, van nul. Maar als je voelt van in het begin van. Oh, ho, je wordt gedragen. ja dan... Dat is heerlijk. Dat is een zeer verslavend gevoel. Ja. Hè? Ja. En ja, dat lijkt mij leuk om zo in een groep te staan, als het zo goed klikt ook ja. en Ja. Je... En dat was deze zomer enorm. Ja. ja We zitten uh, alle leeftijden bijen eigenlijk en, en ja. heel heel tof. Ja. ja. want je hebt ook heel, heel jonge mensen. Uh, wat ik mij ook afvraag van, hoe maakt jij je casting voor je stukken? Want bij u zitten mensen in uw voorstelling die je eigenlijk niet vaak in de comedy theaters Tegenkomt, zijnde Herman, mijn man. Uh, ja, binnenkort ga je... Dat, met... dat, dat is dat hij exclusief voor ons werkt. Ja, project, maar he? die, die heeft het getekend <laughs> bij jullie. He? Die werkt exclusief voor de Sven de Ridder compagnie dus ver kunt je wensen krijgen Sven. Maar Jante bijvoorbeeld had ook nog nooit comedy gedaan. Ja. Uh, ik had met Jante samengespeeld, Jante Tavernier, in Iedereen Beroemd. En ik had daar één bepaalde scène mee waar ik van voelde: van, Wauw, ja, die heeft comedy in zich. Mm -hmm. Dus die moet ik ooit eens vragen, want daar kan ik mee aan de slag daar kan ik iets uh, mee boetseren en iets mee doen in een bepaald stuk en dat heeft ze deze zomer uh, echt fantastisch gedaan uh, en heel veel mensen zeiden oh ik wist iedereen te zo'n comedy kon ja ik wist dat wel ja dat ik wist dat wel en dat vind ik dat is plezant ja maar je hebt zo'n mensen ook Christel Verbeke Warren Borgmans gaat ook mee ja. dat zijn mensen die je normaal niet ziet de Warre toch die heeft toch al ja maar, al een... maar zo echt zo'n een zo Antwerp stuk en zo ik heb dan van Bare Borgmans nog nooit gezien nee? maar ja misschien ben ik ja. te jong of, ja slissen is ze zaar toch Ah ja, ik heb dat nooit gezien. Ah, dat is wel ja, waar. Ja, ja, ja. ja, maar Je verwacht dat niet bij zijn naam of zo, op een of andere manier. Ja, ik snap het wel. <coughs> ik snap wel wat je wilt zeggen. Dat zo... ja, ik probeer altijd mensen bij elkaar te brengen waar ik van denk. Op de, in de eerste plaats, we gaan een goede groep hebben. Ja. We, gaan, uh, we gaan dat professioneel aanpakken, dat mag ook plezier gemaakt worden. Maar je weet van dat, 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 er zit een soort van chemie in die groep. Dat vind ik heel belangrijk en heel plezant. En daarom vraag ik ook soms mensen terug. Zoals Herman of ja. zoals Christel. Die vraag ik terug, maar dan sowieso in een andere combinatie of in een ander soort rol. Omdat ik denk van, oh, dat is zo goed meegevallen, maar er zit nog zoveel meer in. Mm. En dat is, dat is leuk. Ja, ik vind, het, ik vind het uniek als ik het nu weer zag. Want ik heb dan zelfs ook stellen als je als partner gaat kijken naar, ja? je, naar je partner die gaat spelen. Ja, Herman doet dat niet zo vaak. Ik was de eerste keer toen ik het zag, echt zenuwachtig. Okay. En komt hem dan thuis vertellen over het? Of hadden zoiets van: ik nee, weet van niks. Ik wou het scenario niet lezen, okay, omdat ja. ik het meestal altijd al weet. Ja, ja. En nu dacht ik, van ik ga me gewoon laten verrassen okay. door de Indianen sure. in de komen. Ja. <laughs> maar de eerste keer was ik echt zenuwachtig. En dan moest ik dat toch nog eens een tweede keer zien, om dan het te zien als het publiek. Ah, ja, tuurlijk is ja, dat is ja, heel dat's... raar. Ja, hij is daar dan zo zelf ook misschien zo in het begin wat onzeker over. En, en... Ja, dat verbaast mij toch altijd, dat heel veel acteurs toch altijd heel onzeker zijn. Ik, ja. dat is een heel, dat is heel, ik vind dat heel raar. je hebt dat niet, hè? Goh, ik heb dat soms, maar heel, heel weinig. Maar ik vind de reden waarom dat ik acteur wou zijn als kind al was om... om om iets te doen met die, met die zelfzekerheid, Omdat, dat kan soms heel fout lopen zelfzekerheid, dat kan heel fout klinken ook, mm -hmm. en dat kan ook heel, uh, kunt dat ook misbruiken zelfzekerheid. Wist je als kind al van, maar ik ben zelfzekerder dan mijn leeftijdsgenoten. Ja, absoluut. En aan, wa aan wat, voelde dat dan? Oh, je kunt dat niet uitleggen. <laughs> je kunt dat niet uitleggen, want ik had niks mee om zelfzeker te zijn. Hè. Ik was klein. Mm -hmm. uh, ik was eigenlijk heel tenger ook als ik klein was, nu niet meer, maar toen wel. Nee. Dus ik ben ook gevechtsport gaan doen om dat een klein beetje te compenseren. Uh, om, 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 ja, misschien dat daar die zelfzekerheid van komt en van dat dansen ook. Tussen allemaal meisjes toch maar hè, die zelfzekerheid krijgen. Um, heel vroeg al, op, ik herinner mij het eerste moment dat ik op een scène kwam voor een groot publiek in de stadschouwburg uh, Het leven en streven van Polleke den Belg. Ik was zes jaar zes. en ik speelde eigenlijk de figuur die mijn vader in het stuk ook speelde, maar dan op zesjarige leeftijd, Polleke den Belg. En jaren daarna, ik denk, ik moet een jaar of dertig geweest zijn toen ik dat realiseerde, was ik er terug over aan het nadenken. En toen realiseerde ik me, ik had totaal geen schrik om op te komen, om dat publiek te voelen. Om in, dat was een gigantisch spektakel. Dat was een spektakel alla la wat we nu bij, bij Studio 100 zien. Maar dan in de Stadschaalburg met heel veel volk en effecten en een trein die gewoon opgereden. gereden. Was studie, ja, studie 100, was die was hij de eerste met een trein. <laughs> met het Koninklijk Jeugd <laughs> had er vooral een trein. En de KNS trouwens, ook in Ghetto, was er ook al een trein. Ah <laughs> oh, serieus. Ja, ja. Dus, en dat was alsof dat het ja, mijn, mijn speeltuin was. Ik had totaal niet stage fright of. Dus ik, ja, ik kan daar ook niet uitleggen hoe dat, dat komt. Je hebt andere kinderen die dat hebben die een bal aanraken. En dat je maar zegt, van, wow, wat is deze? Dat is magic met die een bal. Mm. Voor mij was dat op de scène komen, was voor mij... Oh, ja. Thuiskomen. Zet ja, jij ja. Dus ook op de scène geboren, bij wijze van spreken? <laughs> nee, eigenlijk net niet. Net niet? Echt? <laughs> ja, ja. Dus maar ja, ik bedoel, dat is, dat is... Was je moeder nog aan het spelen dan? Of? Die, was, die was nog aan het spelen en, en aan het uh, uh, ja, choreografen. Dus ook dansles aan het geven met mij in de buik. Misschien had dat ook daar iets met te maken. Mm. En toch heb ik nooit het gevoel gehad... Door thuis met theater... Allee, er wordt over niks anders gesproken dan over theater, theater, theater. Zelf een, mijn ouders die bij het jeugdtheater speelden, maar zelf een, een gezelschap oprichten, echt aan het En dat was voor mij een gewoonte. En ik, ik zag één film op mijn tien jaar, Young Frankenstein. En toen is bij mij pas de klik gekomen bij. Ah, oh, echt, dat wil ik doen. Dus niet op mijn zes jaar, als ik op die scène stond, dan was dat van ja, dat is gewoon. Mm -hmm. Maar ik, die film heeft bij mij de klik gemaakt met wauw, dat, dat wil ik doen. Ja. En op welke leeftijd zijn ze dan begonnen bij het Echt Antwerps Theater? Wel, uh, op mijn uh, acht jaar had ik al een klein rolletje gespeeld. Dan op mijn twaalf jaar nog eens een klein rolletje. En dan was ik zo hard aan het zagen thuis van vind die rolletjes te klein. <laughs> ik zou eens iets groot willen. En dan hebben mijn ouders eigenlijk de. de het risico genomen van uh, een stuk te programmeren, drie mannen onder één dak. Ik was toen 15 jaar. Dat was een dragende rol, uh, om niet te zeggen een van de drie hoofdrollen, mm -hmm. hè, drie mannen. Hè. En dat was eigenlijk een gok, want toen weet ik dat ons vader tegen zei van ofwel gaat hem nu op zijn bek mm -hmm. en is het gedaan met dat gezag. En ze hebben, hè, is de ambitie weg en is de ofwel, het hebben het na echt te pakken. En, maar dat zal van het publiek afhangen of het publiek hem aanvaardt. Of dat hij ook, of dat ik elke avond hetzelfde kan doen. Want dat is het eigenlijk. Het acteren op theater is repetitief zijn. Ja, want dat is iets moeilijks voor u. Je. je zei daar straks van, ja, gewoon dit gaan doen en dat ja, gaan doen. Ja, dus dat is, dat is, ik vind dat nog altijd het moeilijkste. Dat is elke avond hetzelfde doen. Ik hou mij er soms niet altijd van. Al Alhoewel ik ben braver geworden met de jaren. Ja? Ja, ja. Maar um, dat is waarschijnlijk omdat we zelf de stukken schrijven. Nu. Dan, ja, dat je dat, weet van, het volk moet wel blijven komen. Ja, dan. en ook omdat je die, die een tekst, dat dat echt wel ja. iets is waar je heel lang aan gewerkt hebt. Uh, maar ja, dat, op mijn vijftien ben ik, ik eigenlijk... Na die, eerste, na die eerste productie van Drie Mannen onder een dak, zoiets van ja, nu deze wil ik doen. Mm -hmm. En ben ik fulltime beginnen werken eigenlijk in theater, ook voor televisie tegelijkertijd. Want dan kwam er die reeks van Drie Mannen onder een dak, was ik 16. Oh. Um, en dan was er uh, rond mijn 18, was ik vier stukken per jaar aan het spelen in Tiktateraars Theater. Had ik auditie gedaan voor Advoendum en een hoofdrol in, in de film. En had ik achter de rug van mijn ouders ook nog wat easy gaan doen voor familie. Want dat mocht niet van thuis, maar ik heb dat toch gedaan. En had ik ook ineens de vaste rol in de eerste soap, zeker, Die, de moeder der soaps. En dat familie. mocht niet van thuis. Nee, omdat ze dachten van zeg, ja. je bent nog maar 18 jaar. Ik bedoel, je gaat heel rap verbrand zijn, dus take it easy. Ja, ja. Maar ik wou dat. <laughs> en ik was er door. En ik, had dan, ik heb vijf jaar in familie meegespeeld. Maar je hebt echt wel het geluk dat je allez, op je pad komt, of gelooft je daar zelf in dat dat op je pad komt, ja. of dat je dat ook kunt zoeken? Uh, een beetje alle twee, een beetje alle twee. Maar ik geloof wel dingen die moeten gebeuren, die gebeuren. Um, um, en ik denk, waar dat dat je misschien op zoek gaat, hoe, hoe minder dat gebeurt. Mm -hmm. um, maar die periode was echt wel, was 18 jaar het begin van VTM. Uh, um, familie, drie mannen onder één dekje, het voet doen, theater, posters in de joepie. bedoel. No. Had jij zo nietjes in je buik? <laughs> ja. Zo de minste ja. pagina. Ja, ik heb uh, ja inderdaad. Ja, als echt, ik dan ja? mijn kinderen laat zien, dan zeggen ze "Allah papa. Je zegt al wat is dat de jupe? Maar ja, daar uh, ja. was dus wel iets. <laughs> dat ja, dat is eigenlijk op een korte tijd echt rap gegaan voor u. Ja. En dat is niet meer gestopt dan. Ja, Even toch een wel. een zakje een dipje en. Ja, dan... laat ons zeggen dat, dat vijf jaar familie. Uh, dus dat was tot 1996 zoiets. Um, en dan is er een hele periode uh, niks geweest op televisiegebied of op filmgebied. Enkel theater. Heb ik heel veel theater gespeeld. Soms zeven stukken per jaar. Mai. Dat weet niemand niet. Nee. Maar dat is wel een bagage dat je meepakt en die, ja. waar dat je op blijft verder bouwen. Maar ik, mijn droom was die filmwereld, die filmwereld, film, film. Ik had ad Fundum gemaakt en toen niets meer. Mm -hmm. uh, en dan in 2003. Is er zo uh, een Susje en Whisky film geweest. En heb ik eigenlijk mijn tweede rolletje in een film kunnen spelen. En toen kwam ook Spoot uh, erbij. En toen, door Spoot te doen, is Jan Verheijen, die, die, die ik al kende, eigenlijk van daarvoor, mm -hmm. uh, want die was mee producer van het film. En ik had destijds een aantal audities gedaan voor, voor Team Spirit, maar er, er niet bij. Uh, en die heeft mij toen gecast in een. Uh, een Allee, tegengecast, eigenlijk. In een rol in Vermist. Um, en sindsdien is de bal ontrollen gegaan. Uh, met het, het idee van... ah Die Sven kan ook nog iets anders dan comedy. Uh, dus we zullen die eens iets anders kunnen casten. Mm -hmm. dus, ja. Dat is wel leuk dat je niet altijd voor comedy wordt gecast. Of... Um, ik word eigenlijk nooit voor comedy gecast. Ja. Als ik comedy doe, dan is het omdat ik het zelf... Dat je het zelf in gang hebt gestoken. Ja, ja, dat is heel raar. Ja. Dat, is, dat is bizar, ook, vind ik. Ja, want je hebt, uh, ja, vaak zitten mensen in een bepaald stramien, een, een soapacteur bijvoorbeeld. Ja. Ja, gaan ze vaak alleen maar daarvoor vragen? Of ja, alleen... Ik heb dat denk ik ook net lang genoeg gedaan en ja. kort genoeg gedaan: vijf jaar. Uh, in het begin van de carrière eigenlijk. Mensen weten dat zelfs niet meer dat ik in familie vijf jaar heb eh, meegedraaid. Um, en ik heb toen de keuze gehad, van, want toen was er een, een, een tijdsprong in familie van zeven jaar. En de keuze was: ga de media een tijdsprong maken of eindigt uw personage hier om ooit nog eens misschien terug te komen? En ik had toen van: oké, okay, vijf jaar is goed geweest. Ik heb er heel veel geleerd. Het is een fantastische leerschool, ook voor multicam en zo. Dat is geweldig. Um, maar ik dacht: het is tijd voor, voor, voor andere dingen. Uh, ik heb dat zelf beslist. Ja, ja, die dingen kwamen dan wel niet. Dus dat was zo: oké. Okay. Um, en dan ben ik gevraagd voor spoed gevraagd voor een gastrol. En ik had dan zo'n beetje de. Ja, oh, moet ik het zeggen. De luxe, want ik had eigenlijk mijn theater als basis. Dus ik had de luxe van te zeggen, van, ik heb het gelezen, het is toch niet echt iets voor mij, denk ik. Dat is durven natuurlijk. Ja, dat is heel gewaagd. Ja, maar het spreekt wel van karakter, natuurlijk. Ja, of ook weten, ik weet, ik, ik weet perfect wat ik wil. En dan een tweede gastrol, ook... Nee, niet echt. En dan een derde gastrol was die van Dr. Hofkes. Dat was eigenlijk maar een personage dat er in twee afleveringen in zat zeg oh ja een dokter dat vind ik dat heb ik nog ja, niet gedaan nee, en toen een betaald mannetje ah, dat is plezant en dat viel zo goed mee en dat klikte ook heel goed met de rest van de cast dat eigenlijk uh, doordat dat een gastrol was die je, die je opviel mm -hmm. is dat een vaste rol geworden uh, in het volgende seizoenen die er dan kwamen ja. dat is dan de kunst hè, om het je eigen te maken en er ja en omdat denk ik doen. van als ik die ineens een rol had aangepakt dan had het misschien niet Dokter Hofkes geweest. Nee, want dat was een rol die, je, die ook niks met ziekenhuis had te maken. Dat was een gastrol van iemand die gewond was. En dan, ja, dan is u vooral af. Mm -hmm. Maar ik met een dokter, daar kunnen we misschien niet mee doen. kan ik misschien toch. Daar dus nog nou iets aan geven, extra schoon aan geven. Zo dus nou. op die manier is het wel iets dat op uw pad komt. Mm -hmm. Maar dan de juiste keuze maken. En dan van die rol iets maken waar dat, dat misschien opvalt. En dat dan wordt teruggevraagd. Uh, dat, dat, allee, dat de makers zeggen: van oh, dat is wel een leuke rol, misschien kunnen we die houden. Is dat iets waar je typeert dat je eigenlijk echt goed weet wat je wilt? Ik ben een volhouder. Uh, uh, ik, ik, ik hou graag vol. Ook al zegt men nu nee, dat het nooit niet lukken of oh maar Dat je zoveel veel liefke zat. Ja. <laughs> maar ook zo, ja, ik heb nooit vies geweest om, om iets aan te pakken. Um, wel getwijfeld en wel gezegd van mm, misschien dat niet. Maar bijvoorbeeld uh, als er kinderreeks kwamen, waar de andere acteurs en zeiden, dan zeggen we dat je dat doen. Reeks voor Kitnet of reeks voor Studie 100. Ja, why not? En nachtwacht en like me, en dat is een ander publiek dat je dus op die manier aanspreekt. En dat publiek van die kids, die dan thuis misschien tegen hun ouders zeggen: van hey, kunt die ook in theater zien. Kom op, papa, mama, ik wil naar theater. Dat je een nieuwe generatie in het theater binnenkrijgt op die manier. Dat vind ik dan ook een missie. Ja, ja. want dat viel mij ook op na de voorstellingen: er waren heel veel kinderen ja. deze zomer. Ja, Wij hebben een breed publiek, wij hebben een familiepubliek. Uh, wij maken comedy voor heel de familie. En mm. dat is goed, want uh, uh, bij het Echt Theater destijds was het publiek aan het verouderen. Er kwam er geen genoeg instroom van nieuw publiek binnen. Uh, en ik ben blij dat we dat met, met ons, compagnie, met de Sven Ritter Compagnie, wel uh, die evolutie in gang hebben kunnen zetten. En, en... en is dat ook iets dat je bewaakt? Ja. Dat je zegt: van, Ik wil ook jonge mensen ja, naar absoluut. het theater krijgen? Ja, want theater is een, is een, een, een kunstvorm waar er al rap wordt over gezegd van, dat is voor de oude mensen. Hè? En, maar dat is, niet, dat is niet. En je moet, dat, je moet die juiste combinatie kunnen maken om, om al die generaties mee te krijgen binnen ons charm. Ja. Jij lijkt mij ook wel iemand, Fan, als ik zo de gevel van zaal Elkerlik zag, die helemaal zo baden in de weekend cowboys, en met grote foto's. De, die affiches zijn zo tot in het detail juist. Hoe perfectionistisch zijt uh, je? Dat, ik vind van mezelf niet dat ik een perfectionist ben. Want je doet ook regie, hè? Ja, ja. Oh. Nee, ik vind... Ja, perf perfectie vind ik soms niet altijd even goed. Um, Jack Nicholson heeft ooit eens gezegd... Uh, uh, beter is de grootste vijand van goed. <laughs> en ik vind goed, he heel goed, soms, soms beter dan perfect. Mm -hmm. Perfecter is... Dan, ja, wat is perfect? Voor iemand is dat misschien niet perfect. Dus perfectionist, ik weet niet of ik dat ben. Nee. Maar ik wil wel... Uh, uh, ja, Dat goed is goed. <laughs> het was goed, hè? <laughs> ja, maar dat valt toch op. De meeste voorstellingen hebben niet zo'n hele gevel vol met, met ja, die affiches. En, en... Ja, of, of wel, maar misschien valt die affiche dan niet op. Dat kan ook. Zo, bij ons begint het eigenlijk vanaf de affiche. Proberen we in die affiche ook al een verhaal te steken en, en, en te laten zien aan de mensen: van, zie, dat, is, dat, dat gaat ook het worden. Uh, je moet een soort teaser hebben voor je, voor je publiek. Want ons wel zeggen iedereen die een ticketje koopt, dat is, ja, dat is een uitgave. Dus wij moeten waarvoor dat geld geven. Ik vind dat ontzettend belangrijk om de mensen die een ticket kopen echt een, een, een avond te geven, zodat ze naar huis gaan en zeggen: Amai, dat was nou echt plezant. Dat gaan we nog eens doen. Dat vind ik. de mooiste complimenten zijn de mensen die nadien komen zeggen, je hebt ons even alles doen vergeten, en we hebben een fantastische avond gehad. We hebben gelachen, we hebben iets moois gezien, we hebben iets anders gezien dan anders. Ja, dan, dan gaat hij gelukkig naar huis. Ja, ja, ja. ja dat is uh, mooi. Ja. <laughs> het was ook voor u de eerste keer dat je met Linda op, uh, op de scène stond. Zus. Uh, in 17 jaar, hè? Dus de ja. eerste keer na 17 jaar. Oh, ja, dat bedoel ik na 17 ja, Vroeger jaar. heel veel samengespeeld. Nu na 17 jaar terug en dat smaakt naar meer en dat kan nog, nog terug gebeuren. Ja. Ja, ik heb haar dankzij het weekend we leren kennen. Ik ja, ja, echt okay. een geweldige vrouw. Ja, ja. Ik de, de Yvonne een... Verbeek van nu hè? ja de Yvon. ja zo zijn er weinig mensen hè ja, zeker vrouwen ja, in Nederland had ik Corrie van Gorp ja. bij ons Linda Linda de leader ja, ja. maar is zij ook een beetje een, een moederfiguur voor u want Absoluut. Mark en Linda, allee, Mark en haar man ja. zijn echt wel lang in uw leven ook al. Ja, ja, zeker. En Mark was mijn uh, compagnon de route. Als iedereen ging spelen was het naar het theater en dan was ze met een babysit een beetje, uh, dan deden wij ook zotte dingen. Hè. Dan, wij echt, uh, dan maakten wij zelf al films thuis met, met een gehuurde videocamera. Horror, horrorfilms. Ja, ja, dat ging de huren. Hè. Ik heb onlangs nog zo'n bakje gezien, Dat is echt zo'n ja, zo betamax-camera. Zo, dat je zo op een schouwer moest zitten, gelijk als ja, ja, ja. als oorlogscorrespondentie, zo'n cassette in, ja, zo'n cassette En dat konden dan gewoon huren en dat was iets dat ik dan deed in de vakanties. Want in de vakanties speelden mijn ouders ook natuurlijk. En dat was veel naar de videotheek gaan, films huren, maar ook zo bij een lokale, uh, 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 zo'n elektrowinkel konden dat dan huren, zo'n videocamera per dag. En dat vond ik fantastisch. En dat mocht ook van thuis. Ja, dan hadden ze weet van dat ze hem bezig hadden. Uh -huh. uh, ik was ook geen gast van de sportclubs of zo. Dus <laughs> ik, uh, ik probeerde me thuis altijd te amuseren. Betamax-gast. Ja, beta Betamax-gast. Dat <laughs> is een goede T-shirt. Ja. En hebben daar nog filmpjes van bewaard? Absoluut. Yeah? Ja, absoluut. Zeker en vast. Ja. Ja. ja, ja Heb je het dan ook bekeken? Of ja. Niet? ja? En speelde Mark dan ook mee, de man van Leeuwen. Ja, ja, die speelde ook mee. Dat was in de horrorfilms die we dan maakten was hij meestal het slachtoffer. Met veel bloed. Met veel ook. bloed, ketchup, Ketup, dus. ja, We las ja. het weer in de frituur. Ja. En dat, dat ook tegen de muur soms is geweest, die ketchup, dat, dat plekje die er niet meer uitging. Ouders kwaad natuurlijk, maar ja, boh. Ja. Ook gelachen. Bij, bij andere mensen waren dat dan zo streepjes van ze zijn aan het groeien, hè, zoveel centimeter. Bij u was dat zo ketchup, ketchup, het ketchup niveau, dat naar ja. boven ging. <laughs> maar uw zus is dan wel een belangrijke figuur voor u? Ja, absoluut. Het is door mijn zus eigenlijk ook dat ik die young Frankenstein heb gezien. die ah, film. Ja. Want zij was degene die mij daarmee naartoe sleurde, tien jaar, nog een zwart-wit film. Eigenlijk een, 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 een komische horrorfilm, zwart-wit. Sleurde broerke van tien jaar naar naartoe en dat was zo goed. Weet ik nog, en dat was bij mij zo echt zo: het cinemataradies van oh Zo man ik heb dat zien te zien onze film. En ik, toen kon dat nog, maar wij zijn blijven zitten om die nog eens een tweede keer te zien. Je kon blijven zitten? Je kon blijven zitten toen, als je een ticketje had gekocht. Ja. <laughs> raakt ze dus niet meer van je vast? Ja, ja dat, is zo, dat was vroeger zo in de cinema, nu niet. Nu moet iedereen buiten. En, maar toen was dat: nog eens blijven zitten. Oh, nog eens blijven zitten. Tikkels <laughs> gedanzen. Ja, maar ja. ja, nu maar, kan dat niet meer. Dat was echt voor mij: ik wil dat nog eens zien dus je wordt helemaal betoverd, ja. want Linda is dan hoeveel jaar ouder? 13. 13. Ja. 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 Dan was die al volwassen als jij. Dat was die 23. Ja, hè? Voilà. Volwassen zou ik dan niet noemen. Ja, wat toch, <laughs> Ze mocht dan met een auto rijden. Ja, ja, ja. We hebben dusje volken en dan gingen we naar de stad. Ja. Oké. Okay. Ja. En hoe was dat om? Uh, ja, jullie zijn zo'n beetje. De familie de of de Jacks Five-familie. <laughs> ja, maar ja, dat is toch zo echt zo'n familiebusiness. Hè? De eerste keer dat ik zo van jullie een voorstelling zag, ja, iedereen stond op de scène. Destijds he? was dat echt zo'n circusfamilie. Hè? Ja, was, circus. Uh, ja, ja, met alle ups en downs. En uh, alle geweldige dingen die ik heb geleerd ook van zo'n circusfamilie. Uh, bijvoorbeeld, uh, op den duur. Wat dat, wat, dat, wat dat was, dat was dat als, als je een eigen zaal hebt, dan begint dat een beetje te primeren. Aan, om de creativiteit en om de dingen die op de scène gebeuren. Dus begint al de rest ook belangrijk te worden, soms belangrijker, uh, gaande van uh, elektriciteitsfacturen tot horecagedeelte. Dat was nu echt een, een business, een, een fabrieksje. En uh, daar had ik ook op den duur een beetje zo. Ja, genoeg van is een groot woord, maar ik had dat allemaal gezien. Ik had gezien wat, wat voor romslom dat, dat met zich meebrengt. En terwijl ik wel eigenlijk creatief bezig zijn. Dingen kunnen creëren. Regisseren, meespelen, produceren. Maar al de rest van wie doet s'avonds de deur op slot. Uh, of wie, wie telt de kassa. Of wie, oh, Want uw vrouw heeft dat ook nog gedaan. Ja, ja absoluut. En Mark heeft dat ook gedaan. Oh, dus ja. dat, was ook, dat was echt een family business. En dan is dat te doen. Ook financieel is dat dan, kunnen we dat eigenlijk bewerkstelligen. Maar dat je dat nu allemaal moet doen, met externe en met alle regels die zijn veranderd. En Nee, ik, heb, ik zal wel een zaal huren en we zullen ons ding wel doen. Uh, maar als ik s'avonds naar huis ga, dan uh, ben ik ook nog in de roes van, uh, van, de van de voorstelling en niet wie heeft het licht uitgedaan. Ja. Uh, want daar was ik, hoe dikwijls dat ik dat heb meegemaakt, dat ik zo terug zijn moeten rijden, dat ik denk, heb ik, na, heb ik het licht naar nou uitgedaan daar? Heb ik het harmsysteem op... Opge... Op de deur was dat veel meer mee, mee, met dat bezig zijn dan eigenlijk met die voorstelling. Mm -hmm. Ik me dat wij ook. Uh, uh, Drankjetonnekens verkochten. Dat was fantastisch, het publiek had dat graag. Op voorhand zagen ze de acteurs al. Die drankjetonnekens. Ah, de acteurs zelf verkocht? Ja, ja, ja. Dat was in een babbeltje slagen met het publiek en je weet dan al wie dat er allemaal in de zaal zit. Maar dan zo rap rap naar beneden, zo tien minuten voor aanvang, u nog omkleden, even okay, bon, opkomen op die scène. En dat was op den duur te veel. Mm -hmm. Nu is dat, is dat zalig om bij die, bij die troep acteurs te zijn en een soundcheck te kunnen doen en een paar uur op voorhand en naar die voorstelling toe te leven en dat heb ik al dikwijls tegen vriendjes gezegd van vroeger dat was echt ja we je aan nou niet tot op de scène ja. dat is wel ah ja dat is finisher ah, ja, dus dat was, dat was echt dat was crazy soms. maar je verkocht dan wel meer drangbonnetjes. ja omdat dat toen natuurlijk ja, dat voor, 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 voor de, ja. de, de eigen winkel was ja. maar nu is die winkel niet meer van mij maar die scène is wel van mij nu ja. dus die die productie is nu wel van mij dat is toch, toch altijd hetgeen wat ik het liefste doe, uh, dat is de die, die mensen entertainen. Ja. En, en dat stopt ook. Uh, uh, toen stopte dat nooit. Dat was ook na de voorstelling, we zoeken ook terug in dat café, terug ben ik niet Nu ga ik in dat café, maar of dat daarna. Ik vind het altijd goed dat er veel wordt geconsumeerd, maar het is niet meer van levensbelang. Toen was dat echt zo tot de kot in de nacht met de mensen nog socializen en. Dit en, en, en ja. Dat was, uh, dat was eigenlijk twee of drie jobs tegelijkertijd. Ja. Ja. En je zei dan daar straks van... Je speelde soms wel zeven voorstellingen op een jaar. Ja, dat is erin kan je. Dat is het een of het ander. En dan is... ook met je familie. Dat lijkt mij ook niet zo gemakkelijk. Nee, dat is niet gemakkelijk. <laughs> nee, nee, dat is uh, absoluut niet... Dus voor sommige dingen is dat gemakkelijk, omdat je elkaar heel goed kent. Mm -hmm. maar, uh, maar andere momenten denk je van... Ja, oef, even toch eens... En op het moment dat ik heb besloten van, uh, van weg te gaan in het Echtantenrebs Theater en zelf een gezelschap op te richten, daartussen heb ik uh, bij enkele andere gezelschappen gespeeld. Ik heb Sliss en Sesaar gespeeld, ik heb Stuk Ongeluk gespeeld, iedereen beroemd. Dat was bij drie verschillende uh, theatercompanies en dat was voor mij echt zuurstof. Even van: oh my, oh. Oh, oh my. hoe doen ze dat hier zoeken? Oh, We hebben dat dertig jaar zoeken, want het kan ook zoeken. Mm -hmm en heb ik heel veel op dat jaar en half of twee jaar heel veel uh, opgestoken ondertussen mijn eigen uh, gezelschap met Mark en met Brik uh, opgericht markpunt hè ja en toch dat anderhalf jaar twee jaar bij andere gezelschappen heel veel geleerd ook heel veel zuurstof opgedaan en uh, nu heel blij en dat ik die beslissing heb genomen dat nou hoe, geen spijt van hoe was dat voor u om te zeggen aan uw vader van ik ga stoppen bij het echt Antwerpse theater. Uh, dat, heeft, dat heeft niet over één nacht ijs gegaan, natuurlijk. Er is wel wat, aan, uh, er is wel wat denkwerk en wa, uh, uh, hoe ga ik dat... Wat ik, in C was dat eigenlijk niet de bedoeling. Uh, de bedoeling was dat ik het theater verder ging zetten, maar de, de neuzen stonden niet meer in dezelfde richting en de creatieve invulling was ook niet meer hetzelfde. En de ideeën die ik had, of de mensen die ik wou opstellen, of de, de stukken waar ik, die ik wou schrijven, dat, dat, ja, dat, dat was niet... Niet hetzelfde idee dan, dan mijn vader. En dan, op een gegeven moment besefte dat: ja, dan is er maar één ding op, en dat is eigenlijk hier scheiden onze wegen dan. Bedoel, en dat werd eigenlijk heel no, alleen als heel normaal uh, gezien. Eigenlijk het, het, de reactie was: oh, ik dacht dat dat al veel vroeger ah, was toch? gekomen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus het was iets dat eigenlijk in de lucht hing, maar niemand had het al zo wat uitgesproken. Nee, of? Voilà. Ja. Ja. Want dat lijkt me niet makkelijk, omdat dat, ja, dat is een familiebedrijf. Je zit er opgegroeid. Dat is niet makkelijk, inderdaad. En ik weet ook niet of dat, dat tien jaar eerder, of dat, dat dan dezelfde impact had gehad op mijn leven dan nu. Of, de, of ik dezelfde know-how had gaat dan nu. Of ik dezelfde mensen rondom mij. Alles is een beetje zo. Ik geloof in dat de sterren juist moeten staan. Dat er een factor is van, van geluk, een factor van het van juiste moment. En ik denk dat dit de juiste moment was. Ja. Mm -hmm. En uw zus, heeft zij nog langer gespeeld? Of, uh? Nee, zij dus is vroeger gestopt. Ah, is zij vroeger ja. gestopt? Ah, Oké, okay, ja. dat wist ik niet meer. Hij is meer. vroeger gestopt en dan is zij iets totaal anders gaan doen. En dan is zij zo 2016 zo terug beginnen acteren, denk ik. Uh, en ook terug, ook een beetje zo... Zij hadden het ook allemaal gezien, zo. zo mm -hmm. of, We hebben echt zo ja, meer dan 30 jaar in een, in een familiebedrijf en dan heeft het wel gezien, zo. En dan moet iets andere horizonten gaan... Uh, opzoeken. Ja, ja. 30 jaar is lang, hè? Ja. ja. Eigenlijk zit al pensioengerechtigd, want... Als we, <laughs> ja, ja. Als we dat is nu zes een... jaar begonnen. <laughs> ja, maar niet fulltime, hè? Of mijn vijftien wel fulltime. Ja. Dus eigenlijk ben ik nu al uh, 33 jaar fulltime. Mm -hmm. Bijna 34 jaar. Ja. Want ik dacht eigenlijk altijd van, ah, voor Sven zal dat misschien toch wel een droom zijn om zo zelf zijn pand te hebben, zo zijn eigen theater. Ja, veel mensen denken dat. Dat is gek, hè? Maar ik heb dat al gehad. Ja, voilà. En ik weet wat dat allemaal met zich meebrengt. En, en ja, ik heb schrik om dan in diezelfde val te trappen dat, waar mijn vader in getrapt is, van ja, over alles controle willen hebben. En alles, terwijl, allo De essentie is De, de essentie is het spelen, het schrijven, het produceren, het regisseren. Dat is voor mij de essentie. Dus ik, ik, ik weet niet of ik dat de, nog wil, een eigen zaal. Nee. Ja. Je hebt ook geen diploma. Nee. Ja, ik heb ooit, ik ga dat misschien eventjes moeten vertellen, maar ik heb ooit uh, de rotonde voorbereid. Ja. De rotonde met u in... Dat, is een radio 2, ja. dat was een radio 2-programma. Ze is ondertussen gestopt ja. in Westende. Ja. 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 En ik herinner mij nog van ah, Sven. Uh, ja, heeft nee. geen middelbare schooldiploma. Nee. En Eigenlijk heb je dat niet nodig of wat? Mm, ik, uh, Hoe komt het dat je dat niet, niet hebt gehaald? Omdat ik uh, ontwerken was. En omdat ik veel afwezig was, en omdat ik toen een grote discussie op het bureau van een directeur heb gehad, de discussie van is er schoolplicht of is er leerplicht, daar hong een groot papier, leerplicht, maar toch bleef die uh, mens beweren dat het schoolplicht was. Ik zeg, ja, maar als ik dan mijn examens meedoe in dat laatste jaar, en ik deed dat met kerstmis ook, ik deed mijn examen, ik was op alles door. Ik zeg, als ik dat in juni nog eens doe, dan is dat geen probleem. En ik kom wanneer dat kan komen, maar ik, ja, ik was aan het filmen voor familie, ik was aan het spelen in het theater. Dus ik... Nee, er was niet een verificateur erbij. En uh, ik was te veel ongewettigde dagen, halve ongewettigde dagen, dagen afwezig. En dat ging niet meer. Dus ik ben eigenlijk in december van mijn laatste jaar, eh, januari eigenlijk van mijn laatste schooljaar, uh, gestopt. Met... Uh, toen, na die toen examens? Mijn, na die na de examens, examen, ja, ja. Toen eigenlijk met opgeheven hoofd en met een grote breakfastclub-achtige uh, schwung uh, mij omgedraaid op de school en zei en fuck you all. Echt? Ja, ik had echt zoiets van, dat was rebels, hè. Ik stop in mijn laatste <laughs> <les de> jaar. <haha> en ik heb werk. <haha> um, maar achteraf gezien, dat, is, dat denk ik wel, had ik misschien... Ja, misschien dat een half jaar gewoon moeten uitdoen en mij aan de regels houden. Maar ja, dat is nu, hè. Ja. Ja, ik heb nooit met een diploma moeten voorleggen ergens. Maar ik denk nu, in de huidige context van de maatschappij, hoe dat nu is, vroeger, als ik naar de cinema ging, na de middag in school, misschien een hand die erover kruiden, hè. Dat was, bedoel Nu komt dat opnieuw, hè? <laughs> nu zal dat opnieuw komen als ja, je dat doet. spijbelen. Ja. Ja. Maar ik, ben, ik heb altijd gespijbeld met, met een insteek van, ik kan iets doen dat in de richting zit waar ik wil doen. Ik kan naar de cinema. Ik ging ook niet spijbelen om op café te zitten. Mm -hmm. Ik ging spijbelen om naar de cinema te gaan. Ik heb heel veel films zo gezien. Ja, omdat je eigenlijk al wist wat je wou doen. Ja, ja. En natuurlijk ook de, 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 de basis had van thuis van, ja, er is een familiebedrijf, waar ik weet dat ik zo kan instappen en mee kan. Uh, na mijn 15 was dat heel duidelijk van ja, nou die een rol te gespeeld te hebben en drie man onder één dak. Was dat ja, oké. Okay. En ik kon op school voor plezier te maken, maar. <laughs> Maar ik zal het in de praktijk wel leren. En dat was voor uw ouders ook oké? Okay. Dat diploma? Na... Ons vader had zelf geen diploma. Ah, voilà. Die was op zijn vijftien ook gestopt. Dus die kon vanaf mijn 15,5 en half niks meer zeggen. <laughs> dat, ging, dat zat al ja, in de tijd. Als moeder had een diploma. Die was eigenlijk stijger op school als ons vader. Ja. Ja. En hoe is dat dan voor, voor u naar je eigen kinderen toe? Totaal anders, hè. Is ja. dat streng ook? Ja, absoluut. Ja? <laughs> ja, ja. Vandaar dat je het nu belangrijk vindt. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Nee, ik vind dat. Uh, en, en ja, ik moet zeggen, ze hebben alle drie hun weg gevonden. Um, en mijn dochter is een betere student dan ik ooit ben geweest. Mm -hmm. Dus ik vind dat geweldig. En mijn twee zonen zijn heel goed uh, mee in handen. Dat, dat zijn werkers. Dat ik, dat ik ook niet heb. Ik kan, met mijn handen kan ik uh, scenario's schrijven. En. en um, uh, ik kan op de scène misschien met mijn ander heel veel doen, ja. maar, maar zo vraagt men dat niet van uh, iets, iets in te vijzen. Of, uh, van de week was er iets met de afwasmachine. Ik dacht, wat is en, en, en als een dien doet de kassa oh de kraan staat verkeerd, het water kwam ah, Oké, okay. goed. Zalig, maar dat kan ik niet. Allee, daar heb ik ook geen, geen, geen talent voor. Want dien lijkt mij ook zo... Iemand die zo ook wel in uw voetsporen had kunnen treden. Dat is ook zo'n hele grappige. Hè? Ja, ik denk, ik, er, er zit... Maar uw volgens... dochter ken ik nog niet, hè? Dat me is, niet nog actrice, ah, ja, maar ja. is meer een actrice. Maar een die is meer een stand-upper. Volgens mij zit daar een, een, ja, een comedian in die je nog moet ontwaken. Maar dat zit erin. Ah, ja. Ja, ja. En ja. denkt u dat het zal ontwaken? Hè? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik vind dat een hele grappige jongen. Ja. ja. Nee. Je kan ook heel goed verhalen vertellen. En, uh, ik, zie die zo, ik heb die dat ooit eens zien doen. In, uh, in een, uh, ik had in een kategese project dat hem dan zo'n stand-up moest doen. En toen dacht ik van wow, mij, dat had ik, ik niet gezien in nee, maar dat zit er wel in. Morgen we er nog tijd voor hè, mm -hmm. dus comedians. Maar het is niet dat zij zo de, het ding hebben van ah, wij willen ook eens meedoen in de Sven der Ridder um, ja Wel, Robin Rosie toch wel. Ja, dat, 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 ja, ik, heb, ik vind school nu belangrijker dan Daar hebben ze nog tijd voor, voor de rest. Je hebt, Je hebt dat eigenlijk liever niet dan. Jawel, Allee, nu op dit nu, moment. Ik denk dat dat, dat te veel. Ik, ik weet wat dat bij mij heeft <laughs> geëist. Uh, uh, ik, ik ben heel snel uh, in, in, dat, in dat wereldje terechtgekomen. En ik heb daardoor een stuk van mijn jeugd moeten opgeven en, en niet gehad. Mm -hmm. Ik vind dat ook niet erg. Maar ik kan wel voorstellen dat sommige mensen daar dan later spijt van gaan hebben. Van die dat stukje jeugd dat ze niet hebben gehad. Uh, vanaf, mijn, ja, vanaf mijn 15, 16, toen ik op televisie kwam, dan ja, het geloopt niet meer in een zak. Hè. Ik bedoel, het is public domain en mensen herkennen mm -hmm. uh, je. Ja, daar heb ik ook mee leren leven en, en mee leren omgaan. Maar, en ik, ik had er geen probleem mee, maar ik kan aannemen dat er andere mensen wel een probleem zouden hebben. Dus probeer toch een beetje voorzichtig te zijn en te behoeden voor dat, uh, dat extra dat er bij te, aan te pas komt. Mm -hmm. als je... Ja, eigenlijk, jij bent nooit, nooit echt anoniem. Hè? Nee, nee. Ah, en in ik heb daar, nee, en ik heb er ook geen problemen mee. Het zijn anderen die mij er soms op wijzen. Mijn dochter van, oh mijn papa, ze hebben nu weer herkend. ah oh, ja, ja, dat kan. Je ziet het niet meer. Ik zie het niet meer en ik, ik, ik neem er ook geen naaldstoot aan. En ik vind het ook plezant als mensen een goede dag zeggen, want dan denk ik van, ah oh, dan heb ik voor hen toch iets betekend in mijn, in mijn werk, wat ik doe. Dus dat vind ik, dat vind ik plezant, ja. Het is zelfs zo dat als, je op, als ik op reis ben, dat dat dan eventjes vreemder is voor mijn omgeving, ook. Van... oh je wordt niet herkend. Ah ja, ik ben daar niet mee bezig. Ah, ja, ja. Dat is zo'n gewoonte van, van als, als tieners daar te weten en te kennen. Dat was geen windje, hè? ik weet niet of je dat hoorde, maar ja, hier loopt ook een hondje rond, Dallas. En die was precies aan het hoesten, of zo, Sven. Kan dat? Mijn hondje, hè? ja. Ja, ze is... Ja. Ze is braaf. Ja, hè? Ik hoorde daar straks ook zo... Ah, dat was dan... Was ja, dat was dan drinken. Ja. Is dat ook een coronadiertje? Nee, die beslissing was al veel vroeger gevallen. In 2019 was de beslissing gevallen, we gaan een hondje nemen. En het was een godsgeschenk dat iedereen thuis was. want het was van oké okay, ja, ik dat dan doen, maar nu dan, want dan kan ik ook die eerste maanden ermee bezig zijn. ik had toch niks te doen. Uh, dus ja en nee. <laughs> maar ik was, uh, was degene die het langst heeft tegengehouden en nu ben ik eigenlijk uh, nu loopt je er niet ja ja. ja het, is, het is het cliché der clichés hè. maar is dat, is dat daarom ook niet dat je dan tegenhoudt als ouder, omdat je weet van ja, ik ga er toch altijd mee moeten gaan wandelen en... ja ja, maar dan door de lockdown ook ontdekt van, oh ja, maar er zijn ook, dat geeft heel veel rust en heel veel liefde en ze en, en, dus zijn op een andere manier bezig mee, mee, met de dingen. En, en, ja, dat vind ik wel tof. Maar ja, je, je zei daarnet ook in het begin, gaat ja, vroeger ook een hond? 13. 13. Op een gegeven moment hadden wij 13. Bouvier's, ja, een nest. Een nest. Ja. Dus mijn, mijn vader had toen een hobby <laughs> en dat was bouvier's kweken, maar echt bij mij. Coat's in de oven alles, hè? Ja. Dus ik had op den duur wel, ik had wel genoeg honden gezien voor de rest van mijn leven. Maar ik had ene, dus de moeder, die was bij mij altijd. Uh, ook als die pubs allemaal verkocht waren, bleef die een hond en dan daarna nog een bouvier gehad. Um, maar dat is een, een Bouvier. dat neemt je dat niet zo gemakkelijk mee. Dat zou een stuk kunnen zijn. Ja, dat zou een theaterstuk dat is goed, dat kunnen dat zijn. Maar dit is een King Charles Cavalier. Ik kan nu ook trouwens, als ze nu zeggen King Charles op tv, is dus eigenlijk keer dat ik denk, ik heb ook zo'n Oh nee, het dacht dat ik hem. Dus dat ja, en dat nemen we overal mee. Dat is, uh, dat, dat is, dat is ook rustig. Als we gaan eten, zit dat mee onder tafel. Dus. Het is een rustig hondje. Ja, hè? ja. ja. Om hier gewoon te slapen? Ja, en ze vindt het parket ook beter dan haar maten dat ik nee. Nee. Dat is oké. Okay. Ja. Okay. En heb jij de naam gekozen? Dallas. Ja. Dat was eigenlijk omdat we toen, op dat moment dat we het beslist hebben, ja, we gaan het doen, waren we in Dallas, Texas. Ah. Dus... Chance dat je niet in reet was. Hé, mijn vrouw is veilig. Want <laughs> <laughs> Dallas is ook zo dat kon een jongen of een meisje zijn. Oh, ja. Ja, het was dan een meisje waar ik heel blij voor was, want ik had vroeger ook altijd uh, meisjeshonden gehad, dus een... Zo'n reuken, daar, daar had ik geen affiniteit mee. Mijn vrouw dan weer wel. Want ah, ja. die heeft altijd reus gehad. <laughs> ja, met de camera zien ze niet, maar we zullen een foto maken ja, straks. Dat is goed. <laughs> als drie. <laughs> ja, over namen wil ik het ook eens, hè, Sven. Uw kinderen hebben ook al allemaal Amerikaanse namen. Ja. Um, betekent Dustin, dat dan? Joshua Dean, Robin, ja, Robin Rose. Ja. Um, betekent dat dan dat jij die hebt mogen kiezen? of... Um, Want dus, ja. Ja. <laughs> Justin is van een andere Dustin, mama. Hè. Dustin, uh, Dustin ja, is van ja. een andere mama. Hè. Ja, ik, uh, ik heb daar toch altijd een grote zegging gehad in die namen. Ja, ah, ja. ja. En Joshua Dean, dat was ja, mijn vrouw was Joshua en ik was Dean, dus dat is Joshua Dean, maar de roepnaam is Dean. Ah ja. En Robin Rosie, dat hebben we eigenlijk samen gekozen met een, 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 een lieve, maar ook een sterke naam is. Mm -hmm. um, maar dat zeggen we wel Robin Rosie, of toch meestal. Ah ja, zeg de volledig. ja. Ah, ja. ja. Wel een mooie naam. Ja. Dat hoort je eigenlijk niet zoveel. Nee, en er staat wel nergens een streepje tussen, tussen de ah, namen. Ja. Omdat dat in Amerika doen ze dat ook niet. <laughs> je hebt echt met Amerika ja, ja. een passie hè, daarvoor, ja. voor dat ja, land. Ja, dat is een, 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 uh, tegenwoordig ook een haat-liefde-verhouding. Uh, altijd al een beetje geweest, want niet alles wat Amerika doet of dat Amerikanen doen, is, is zo perfect. Maar het is wel een, een, ja, een land dat bij mij nog altijd tot de verbeelding spreekt. Ja, wat water. Graag. Ja. Moet ik nog een theetje gaan maken? Nee, nee, een is Perfect geweest. En waarom is de haat-liefdeverhouding? Ja, omdat allee, er zitten heel veel, heel veel... Er zijn natuurlijk bij veel, hè, de Amerikanen, hè, dus je hebt uh, er je je heel veel uh, mensen met een, met een goede visie op het leven, maar je hebt er ook evenveel mee een slechte visie op het leven. Ja. Ik denk dat dat nu uh, nog meer tot uiting komt dan, dan ooit tevoren. Um, de grootste shock die ik heb gekregen over Amerika was eigenlijk de film Born on the 4th of July. Voor die film, dus voor 1989, was ik echt. Uh, Star-sprangled banners. Allee, ik bedoel, Amerika was het beste dat er is en er is niets beter dan Amerika. Mm -hmm. En toen zag ik die film Born on the 4th of July met Tom Cruise. En dat gaat eigenlijk over een gast die juist hetzelfde denkt als ik dacht op die moment. America and, dita and fight for your freedom. En die gaan naar Vietnam, zijn ware gebeurd verhaal trouwens, van Ron Kovic. Die gaan naar Vietnam, die uh, gaat daar strijden voor het vaderland, terwijl het die in oorlog eigenlijk, ja, waar hadden ze door te zoeken? Niks. Mm -hmm. uh, die wordt verwond, die komt terug in een, in een rolstoel, die is verlamd aan zijn benen. En die denkt van een Heroes Welcome te hebben, maar dat is niet. Want de Vietnam-veteranen kwamen terug en dat was voor de meeste Amerikanen. Een mislukking, Vietnam. Dus dat waren geen heroes. Dat was eigenlijk uitschot dat terugkwam en dat toch wel die een oorlog die gewonnen had, zeker. En na die film, ik had toen nog haar. Uh, <laughs> ik was 15 uh, of 14, ik kwam uh, uit de cinema 15. En mijn haar stond letterlijk naar boven, want heel mijn idee van Amerika was compleet uh, omgedraaid, en ik had een reality check gehad van hey, niet alles in Amerika is goed. En, en en sindsdien ben ik ook heel kritisch gaan kijken naar dat land. En ook de geschiedenis gaan, gaan leren van dat land. En ja, dit is niet altijd even netjes geweest. Mm -hmm. Maar, als ik daar kom, voel ik mij er wel instant thuis. Altijd. Altijd. Ik weet niet wat dat is. Ja. Want um, misschien even zeggen, ik ben nu net terug uit New York. We hadden eigenlijk in de zomer een beetje hetzelfde idee van iets te doen met... Eén kind mm had -hmm. ja. <laughs> uw gezin. Uh, bij u was het dan bij, met, uh, Dean. met Dean? Bij ja. mij was het met Roos. Uh, ik ben naar New York gegaan omdat ik zo eens een één-op-een uh, -een moment wou. Mm -hmm. Was dat bij u ook zo dezelfde drijfveer? Ja, om dat te absoluut. Dat is nu 18 en ik wou dat, uh, ja. ik wou dat doen. Uh, ik, wou ook, ik ken Dean, als ik met Dean naar New York had gegaan, dat dat niet, Dean is niet zo voor die grote drukke steden, mm -hmm. maar wel meer voor rural America. Dus we zijn uh, naar Vermont, New Hampshire en Maine gegaan. Een beetje noordoosten, tegen Canada. Heel veel bossen, heel veel mooie wandelingen gedaan. Echt iets voor hem en voor mij eigenlijk ook wel. Alhoewel ik ook van New York kan genieten. Um, maar daar, oh, dan denk ik van, amai. De enige, in 2019 zijn we nog eens naar Texas geweest. Even. En de enige momenten dat ik huil op het moment dat we terug naar huis moeten gaan, is altijd in Amerika. Echt? Ja, en echt, echt. janken gelijk als... Allez, hey, okay. Als ik het nu vertel, heb ik het zelfs. Dat is die auto terug gewoon inleveren en zeggen van, oké. Okay. En uh, terug naar huis. Niet omdat ik niet graag terug naar huis ga, maar dat is omdat. Dat is altijd een stukje van mezelf dat ik daar dan achterlaat. Dat is echt raden, je ziet er niet in je ogen. Ja, ik vind dat, ja, dat, dat land. Ik zou er ook. Ik weet niet of ik er zou willen wonen, maar ik zou er toch zoveel mogelijk willen zijn. Ja. ja, ik voel mij echt thuis daar. Ik heb daar ooit, uh, toen ik 15 was, ook. Uh, Mijn 15 is precies veel gebeurd. <laughs> ja. uh, een, een, een exchange student geweest bij een Amerikaans gezin. Ook nog? Ja, en. Dus echt twee maanden daar gezeten in Amerika. Bij die mensen. Ik denk dat daar die, die affiniteit is gekomen. Die mensen hebben we de jaren daarna ook altijd teruggevraagd. Tot 1997 ben ik eigenlijk elk jaar, elke zomer naar daar gegaan. Die verhuisden ook vaak. Een Amerikaan gingen een baksteen in zijn maken lekker bij ons. Dat die zeggen van we zijn weg naar een andere stad. Dat is iets van niks. Allee, dus die hebben uh, Californië, Colorado, Florida. Dus ik heb die staten allemaal gezien doorheen. Ja, en ook zo via een soort van thuisgevoel ja. dat je die gezien ja. hebt. en de, ik heb het nu geteld, ik denk dat het nu de negentiende keer was dat ik in Amerika was. Uh, dus ja, dat is een. Ik, ik, ik dat is ook een bucketlist van alle staten te doen. Dus ik heb er nu denk ik uh, nog niet zoveel. Ik zo, heb uh, geteld een stuk of 16, 17 staten gedaan, van de vijf, 50 of 51. Dus dat is nog wel te doen, hè? Ja. Ik ga nog een paar keer. Ik ga nog kinderen moeten bijmaken. Ja, ja. En, <laughs> en hoe was dat om met je zoon op, op reis te gaan? Super. Omdat, dat is een, ik doe dat met alle kinderen. Ik vind dat dat is een andere manier van op reis te gaan. Ja, dat is ik ja, zelf dat een, een één-op-één-moment. Één. En dat is, helemaal anders. dat is helemaal anders. Je hoeft ook alleen maar met elkaar rekening te houden en niet met het familiegegeven. Mm -hmm. uh, ik heb dat met mijn mama ook gedaan in 2012. Naar Amerika, naar New York. Uh, tien dagen met haar alleen. Uh, en dat is een onvergetelijke reis geweest. En ik hoop dat dat voor hen later ook zo, dat ze erop zullen terugzien. ah oh ja, dat was wel heel tof. Hoe belangrijk zijn uw kinderen voor u? Pff, er is niets belangrijkers. Ja. Nee? Nou ah ja, dat is het belangrijkste. Allee, voor ja. mij ook. Dat is, dat is ook een cliché, maar dat is. Dat is cliché, hè? Ja. 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 En heeft Dien dan ook de liefde voor Amerika? Ik denk het wel. ja. Ja, ja. ja ik, denk dat, ik ben ook met Dustin ook eens in Amerika geweest en met Robbie Roosie ook. Ik denk dat ze dat alle drie wel hebben. Ja. ja. Wat eten vond ik toch niet, vind ik daar toch niet zo goed Allee, hoor. Ja. Ik heb zo frieten gegeten met kaas op. Je kunt dit ook eten, hè? Ja, in de ik McDonald's. dat niet zo lekker. <laughs> en we zijn in de McDonald's ja, 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 ja. met kaas. Dat ah, ja, dat is zo dat, is, dat is Loaded. nieuw. Loaded fries. <laughs> bij kaas en bacon. Heftig, heftig, ik had zo echt zin in sla. Ah, ja, maar dat heb ik ook wel. Ik had na nou vier dagen zo weten: van, deen. nu moet ik een salade eten. <laughs> maar dat kunnen we er ook, hè? Dat kunnen we er ook. Ja. Maar ik bedoel, het is niet dat je dat niet kunt. Ja. ik heb zelfs mijn sla twee keer gratis gekregen. Ah ja, super salad. Om, omdat het nee, omdat het uh, niet werkte, de bankkaart werkte niet. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat was blijkbaar hun systeem werkte niet op die Europese kaart. En eigenlijk nee, moet hun... die open zitten, hè? Ja, maar dat was open, hè? Voor de rest heb ik alles kunnen betalen, hè? Okay. Alles, hè? Behalve in die winkel en dan. Pakte ik zo'n briefje van ja, een dollar, 100 dollar. Nee, 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 nee. Je krijgt uw allee, je krijgt uw slaatje okay. gratis. Blijkbaar is dat een, een truc gebruikt die, die gebruikt wordt door studenten in New York om dan niet te hoeven betalen. Maar ik wist ah, dat niet. Okay. Ik heb dat dan daarna sowieso over okay. bevraagd. Het wel goed dat je altijd water krijgt. Hè? Sowieso een ja. standaard. Gratis. Water. Ja, dat is tof. Hè? Ja. In Frankrijk is dat ook. Ja. Ja. Ik vind dat, dat ze dat hier eigenlijk ook zouden moeten doen. Het is onbegrijpelijk dat ze dat niet doen. Hier kost dan zo'n fles ja. 5 euro. En ook super salad voor de eten, hè. Ja. Amerikanen, hè? Ja. Dus eerst eten die hun gruntjes en dan... En <laughs> dan de way. rest. Ja. Want er zat um, in uw reis ook een soort van uh, culinaire route. En ik wil daarmee zeggen, je bent ook zo naar de fabriek geweest of, uh, van, van Ben Jerry's. Ja. ja, heel culinair. <laughs> ja, ja die zat, die, dat was uh, uitgestippeld. Ja. Uh, ja, 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 Dat en was in Vermont. Uh, um, en die, ja, ik vind dat geweldig geweldige... Uh, Gelassen om zo te zien. En vooral omdat ze daar nog smaken hadden die hier niet meer zijn. Ah. Jerry Garcia bijvoorbeeld, kun je hier niet meer vinden. Waarom niet? Omdat dat iets ja, Europees met die kleurstoffen niet. De E-nummers. E ja, de fishfood kun je hier ook niet meer vinden, kunnen daar ook. Dus ik heb mij daar echt te goed gedaan aan. Is het daar drie dagen gebleven? <laughs> maar wel een halve dag. Je ook een rondleiding in de fabriek gehad. Heel interessant. Ook heel de geschiedenis van Ben en Jerry, hoe dat, dat dan in Vermont... Um, ben en Jerry, een van de twee ik weet, in de welke die heeft iets met zijn smaak. Een probleem. Die, ja, die proeft niet. En de mensen kennen elkaar al van in school en waren die zo zelf thuis aan te experimenteren met, met ice cream. en met zotte smaken erbij te steken, omdat dat maar iets zou kunnen proeven. En dan hebben ze gezegd van willen we dat nou gewoon eens verkopen. En zijn ze echt zo kleinschalig begonnen. En ook met lokale uh, boeren, dus met melk van lokale boeren. En iedereen in Vermont die wou in de jaren zeventig kon, dus een aandeel kopen. In Ben Jerry's en dan zijn die groter en groter en groter geworden. My. Uiteindelijk verkocht aan Unilever in 2000. Weet ik wel. En Ben Jerry die bestaan nog, die hebben niks meer te maken met, met het bedrijf, maar wel hun kop en hun naam. En ik denk dat die nog goed verdienen. <laughs> en die mensen leven nog. Ja. Hè? Die... Ja. Die, die en die ook wonen, wonen daar ook nog. Je ja, ja. ja. hebt ze ja. niet gezien. Nee, nee, nee. Maar je hebt wel een rondleiding gekregen. Ja. Ja. Dus de oorspronkelijke fabriek daar. Ja, er zijn maar, ik denk dat er. Drie fabrieken zijn, denk ik. In Vermont nog één steeds en in Holland. Als ah, ja. ik het mij goed heb laten. En die doen dan Europa. Ja, ah, oké. Okay. Ja. En ze maken op een week drie smaken. want wat is het? Eén dag een smaak? Dan de je is het Kuisdag. dan terug een smaak. En dan Kuisdag. Allee. En wij waren er op de Kuisdag. En dat is echt, dat is gigantisch, hè? Dat er dan alles, al die ja, die buizen en zo, dat, al die, dat moet allemaal ja, echt, doorgespoeld echt worden. worden dat je niks niet meer proeft in de, in de volgende. Hè. Ja. Zou dat nog iets voor u geweest zijn aan een fabriek <laughs> Nee, ik nee? eet te graag. Ik ja. zou dat een keer eraf blijven. Sven, zou, um, ik heb drie mannen onder één dak gedaan, een Bompa, dat uh, waren sitcoms. Zou een frituur een goede plek zijn om een sitcom te maken? Als startpunt. Um, ja, dat is even een sketch geweest: hè? frituur Terminus in de Gaston Bergmans Show. Gaat nu ook een theatervoorstelling? Ja. Ook, hè? ja. ja. Ik weet dat mijn vader ooit eens een stuk heeft geschreven bij Free en Tuur, uh, maar er is nooit niks van gekomen. <laughs> oh, ja, het is wel iets heel Vlaams. Hè. Ik, zou, ik zou het misschien niet als, uh, als, als hoofdarena, maar misschien wel als, als zijarena wel. Ja. Is dat nog iets waar je van droomt om een eigen sitcom te hebben? Ja. Voor een live publiek, anders niet. Voor een live publiek? Ja. Bedoelde dat met inlagsessies. Nee, nee, nee. Of echt live theater, publiek. theater gewoon. Sitcom, zoals in Amerika gebeurt. Ik heb dat ook daar dikwijls gezien en dan doen ze nog altijd. Zoals bij Friends, kampioenen in het begin. Ja, maar als je dat hier uitspreekt in een vergadering met tv-bonzen, dan krijgen ze gelijk de kakkerij. En dan zeggen ze, oeh, oeh, nee, oeh, oeh. Dus ja. En waarom is dat moeilijk? Het is niet moeilijk. Dat is niet moeilijk, maar iedereen denkt dat dat moeilijk is en iedereen heeft er schrik van. Ik heb er geen schrik van. Ik heb alleen de centen niet om het niet helemaal zelf te maken, want dan zou ik het trick doen. En zeggen van we maken het helemaal zelf. En hier. Maar dan daar speel ik voor op de lotto hè, voor zo'n ding. Ja, is dat waar. Voor, voor zo zelf iets te kunnen maken en dan aan te bieden aan de zender. Zeker door Levit. het. Ja. 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 Want hoe komt dat, denk je? Ja, de bompa, drie man onder een dak, de kotmadam, de FC, de kampioenen. Dat, dat zijn allemaal. Ja uh, sitcoms die zo waar rond dezelfde periode zijn mm -hmm. ontstaan, de jaren negentig. Hoe komt dat, dat dat vandaag precies niet meer loopt? Omdat er nu geen creatieven liggen meer aan het hoofd staan. En toen wel. Toen stonden er mensen met een open visie en van: doe maar, doe maar, experimenteer maar, doe maar. En ja. nu zijn het boekhouders. Denkt je dat echt? Ik ben er zeker van. Heeft dat ook niet te maken met zo sociale media, dat, je zo, dat er misschien ook zo sneller dingen worden ja, afgebrand of zo, als Waarom wordt dat dan die... in Amerika wel nog gemaakt? Ja. En hier niet. Dat vind ik weet dat niet. Voilà. <laughs> omdat, dat, ja, omdat dat hier altijd. Ah, ja, het begint al met het woord comedy. Daar hebben ze allemaal schrik van. Ja, en ook vaak noemen ze het al de opvolger van de kampioenen. Dan weet ook ja, al dat dat, is... dat niet gaat lukken. Hè? Nee. nee. Ja. Nee. Wat kunnen wij daaraan doen? Uh, niks. Het, het, het feit dat ik nu theater maak in, op, op die, uh, in, in, in die trend en in, met die ideologie van dat soort comedy, brengen we dat maar op theater. Um, want op televisie uh, zal het, uh, willen ze het gewoon niet en, en ze zien het niet. Oh, de kijkcijfers gaan achteruit. Hè? Ik lees dat dan vorige week weer: van oh, een erbarmelijke start voor de kijkcijfers. Ja, ja denk ik dan. <laughs> ja, ze zien het niet. We proberen al, denk ik, Brick en ik proberen al tien jaar sitcoms her en der te slijten. Nee. Altijd nee. U nee, houdt het strand altijd op dezelfde dingen. Hoe... Uh, uh, oh, ah, hey, is dat wel... Een, kunnen ze we daar wel mee lachen? En, uh, dan zeg je van... Jo, kom die scene naar ons stukje mm. en zie hoe de zaal reageert. En sommigen doen dat dan. Ze zijn dan heel verbaasd. Van, oh, Ontdek het dan van... Ah, eigenlijk zit ons publiek hier in de zaal. En dan stopt het. <laughs> en frustreert u dat? Want ik voel wel van dat... Frust dat, dat, je... dat is geen frustratie, maar dat is, dat is eerder een... Ik weet dat ik gelijk heb. <laughs> en dat is geen frustratie, maar ik weet dat ik gelijk heb. En, uh, maar ik ben niet alleen om dat te beslissen. Ik, ik sta niet aan het hoofd van een zender of van een productiehuis. Dus ja, uh, wat moet ik dan doen? Met een eigen zender oprichten? Eh, Mike en Guido wisten ook nee. dat ze gelijk hadden. <laughs> en hebben ook een eigen zender opgericht, op latere leeftijd. Maar ik denk langs de andere kant, ik, we zijn in het theater goed bezig. We doen ons ding. We moeten met niemand rekening houden, alleen met het publiek. Mm -hmm. Uh, en dat is een, een, ja, dat is een rijkheid die je voelt dat je het hebt, mm -hmm. dat je creatief. Niemand moet vragen van kunnen we dit of kunnen we dat. We zijn met drie, Markpunt, Punt, Briek van Dijk en ik. En als wij het leuk vinden en tof vinden, dan maken we het. En we hopen dan dat het publiek het ook tof vindt. En tot hiertoe lukt dat. En als ja. ze dan zeggen van ja, maar wilde je in een sitcom maken, dan zeg ik, ja, hier zijn de affiches van onze stukken. Kies maar, Kies maar, maar het is allemaal in een arena. Ja. Ja. En dan hoorde ze ook cricket, cricket. <laughs> en dan is er weer niks. Dan, dan gaan we er weer maanden over zonder dat je iets hoort, dan denk ik altijd van ja, mannen, dan wilde het niet. Hè. Dan wilde je niet, in een comedy op tv, dan wilde je in de sitcom. Doe het dan voortgelijk dat je bezig bent. En dan, dan zien we nog 100.000 kijkers minder en nog 100.000 kijkers minder dat er op de deur niemand niet meer over, schiet. Ja, mensen gaan het dan ergens anders zoeken hè? op, op ja, die andere streamingdiensten, hè? Netflix. En dan, ja, dan maar krijgt ook je daar zit nog... geen sitcom. Hè? Nee, ja, Ricky Gervais is een beetje, maar dat zit is dat is geen sitcom, dat is geen sitcom nee. hè? Dat is meer. Nee, wat ik bedoel, is sitcom, die je op Fox, kun je dat ook nog mm -hmm. zien nu, uh, All About uh, Jim of uh, Last Man Standing met Tim Allen, dat is pure sitcom. Alleen komstvindig moet dat doen. Maar pff, ik wil dat doen, maar dan moeten ze zeggen: hier is Cat Blanche mm -hmm. en niet beginnen moeien, want dan, dan, nee, dan maak ik liever theater. Ja, want is het dan het is dan misschien denk ik dat, waar het altijd op stopt, dat moeien, hè? dat je. Ja. Dat er zoveel stemmen zijn die ja. hun ding moeten erover, ja. hun licht erover laten zien. En dan meestal <laughs> mensen die er niets van kennen. Ja. Die wel de cijfers kennen en zo, hè. Dat kan ik dan weer niet, hè. de boekhouding en zo, maar niet de comedy bone, de funny bone. Eh, dat vind ik ook wel tof aan een uh, podcast. Want jij maakt al een aantal jaar uh, podcast. Ja. Sinds 2016. De ja. Strike Back Film podcast. <laughs> Anders krijg ik wel een foto van mijn uh, mede-co-host. Ja, we mogen er ook reclame maken. In frituren mag. Je, in mag mogen reclame maken. affiches mogen hier hangen en zo. Um, dat vind ik een ongebreidelde vrijheid eigenlijk, een podcast. Je kunt luisteren naar wie dat je wilt, hoe lang het duurt. Ja. Bij mij zit er ook geen tijdslimiet op. Ik vind dat een zegen om dat mm -hmm. op die manier ook te doen. Is dat ook een van de redenen dat je daarmee begonnen bent? De reden dat we daarmee begonnen zijn is omdat we heel veel over film praten via WhatsApp met elkaar. En Bart, die op een gegeven moment zei, Bart de Duitse, van zeg, willen we daar gewoon misschien een podcast van maken? Toen, in 2016. ...podcast nog echt de far west was. Hè? Ja. Zo, dat was in Alexander toen al bezig was hier. Maar, en ik zo, podcast, wat is dat? <laughs> je hebt dat helemaal uitgelegd. Ik zei: oh, goed, lijkt me wel leuk, tof. En ondertussen zijn we, gaan we ons zevende jaar in. Ja, en je houdt het... De kunst, denk ik, is om het vol te houden. Ja, en het, het is ook... Het is ook plezant, want het gaat over film, dus het is iets dat ons alle drie uh, boeit op een andere manier, alle drie. En dat is net het, horen we dan vaak van onze luisteraars tof dat we dus alle drie uh, anders over film denken en daardoor een soort chemie teweegbrengen. Ja, ja. ja. En dat eigenlijk de luisteraar iemand kan, ja, ja, ah? kan kiezen. Ja, kan kiezen. Deze aflevering vond ik meer ja. uh, die dus mening. Die, en, ja, ja. ja, ja. Ah, dat en soms, once in a blue Monday, staan onze meningen gelijk. <laughs> en dan uh, hebben we een seal of approval. Ah, ja. Dus die films die we, uh, we, we raten onze films ook altijd, zoals Gremlin zei, we geven gizmos <laughs> hè, in plaats van sterren. En uh, als de film die we hebben moeten kijken in opdracht van de podcast van ons alle drie minimum acht gizmos krijgt, mm -hmm. dan hebben we een seal of approval. Okay. En dat is vijf of zes keer nog maar gebeurt al die tijd. Dat is wel weinig, hè? Ja, maar dat maakt het stuk. Ja, het maar moet, dat is. Het moet. Ja, ja. Ja. je ja. dat iedere week hebt. Ja. Ja. En we zo stickers ook hè? Seal of approval, strike <laughs> strikeback. Dat kun je op je DVD uh, doos uh, plakken. Ja. Ja. Direct all the way. Ja. En direct ook fysieke media. Grote voorstander van. Tof hè? Ja. Zeg ah ja misschien om reclame te maken uh, moeten we het misschien ook nog eens even hebben over een geestige kerst. Nee, nee. Nee? Maar Ik dacht van ik ga eens mooi praten. <laughs> een geestige kerst. Een geestige kerst. Ja. Uh, dat komt er in de kerstvakantie aan. Ja. Um, dat is eigenlijk dan een beetje atypisch denk ik ten opzichte van de vorige voorstellingen, zijn dat het met een geest te maken zal hebben. Uh, ja, dat hebben we nog niet gehad. Hè. Nee. Uh, nee, 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 Is het dan een beetje een thriller of? Uh... Nee, het is een paranormale comedy. Uh, ja. Um, het, uh, het gaat over believers en non-believers in, uh, in het uh, universum van de geesten, uh, ah ja. het, het geestenrijk. En in welk ja. spectrum zit jij, de believer of non-believer? een believer. Echt? Ja, absoluut. Ja. Vertel. <laughs> heb je dat, heb je dat al iets meegemaakt? Ik heb al veel meegemaakt. Allee, ik kom het niet vertellen. <laughs> nee, ik heb al veel onverklaarbare dingen meegemaakt, die, 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 dat ik denk van ja, ik kan er geen verklaring aan geven en dan. Dan slaat mijn fantasie op hol en dan uh, hoop ik dat ik het bij het juiste eind heb. Ik zeg niet dat ik het bij het juiste eind heb, maar het maakt mij wel heel veel um, uh, makkelijker in dit leven om te denken dat er nog een andere dimensie is. Mm -hmm. ja. En de film Ghostbusters uit 1984. Ik was ook tien jaar toen. Uh, ik weet dat Dan Aykroyd, de gast die dat mee geschreven heeft en die Rookie ook in meespeelt. Je kent ook die namen van mijn dimensie ja, ik, die 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 ik heb die ontmoet ook. Hij was dan ook acteur in de film, dus is een van de drie Ghostbusters. Ja, maar jij weet dat dan dat, die dat ook geschreven heeft. Bij mij zat Ghostbusters, ik had een Gameboy-spel daarvan. En zo. <laughs> ja, die, omdat dat ook een hele grote believer is. Omdat hij er ook uh, ah, ja, ja. Uh, uh, heel veel uh, boeken over geschreven heeft. En, 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 en waar uh... heb je die dan ontmoet? Wel, die was hier in Antwerpen om zijn vodka te komen promoten. Een paar jaar geleden. En uh, die zat toen bij, hoe heet dat programma? Uh, Café Corsari? Ah ja, dat kan Ja, ja. en eh, iemand in de redactie wist dat ik een grote fan was. Dus hij had me dan in contact gebracht. Ik heb met een laserdisc laten tegenen door hem, van Ghostbusters. En ik heb een foto met hem. <laughs> dus hij was echt zo, oh, ho plezant. Uh, maar die is ook een grote believer. Ja. Ja. En wat heb je al meegemaakt? Oh, wat heb ik al meegemaakt? Uh, ik weet het. Bijvoorbeeld in het Echt Theater... Mm. Gebouw vroeger, dat daar wel dingen gebeurden die, die, die onverklaarbaar waren. En dan ben ik een beetje gaan opzoeken over de geschiedenis van dat gebouw. Uh, en dan uh, blijkt toch wel dat er het een en ander gebeurd is uh, in dat gebouw. Um, uh, en dat daar dan aanwezigheden zijn. Uh, en deden die iets? No, nee, dat was niet van hoo -hoo, haha of zo. Maar nee, maar dat is, zoiets dat omvalt of zo. Zo van die dingen, ja. ja? ja ik, heb, uh, ik heb daar op een gegeven moment. Uh, ...glazen op elkaar zien staan, dat ik dacht van... Ofwel is er nou iemand serieus met mijn voeten aan het spelen, maar ik was helemaal alleen daar. Ofwel is er hier iemand een, ja, een teken aan het geven. Dat is heel raar. Ja. En dus wijnglazen, is... drie wijnglazen oh. op elkaar. Echt? Terwijl ik bezig was met de afsluit van uh, het café. En ik was er helemaal alleen, denk ik. Ja. En het kan niet zijn dat iemand dat... Dat kan. Dat kan. Dat kan. Maar niemand heeft het u ooit gezegd. Niemand heeft het me ooit gezegd. Oh. Ja, ja. dat meen je dat jij geen eigen zaal niet meer wilt. <laughs> dat is een oud gebouw hè, waar heel veel geschiedenis in zit. Uh -huh. En was dat wat daarin? Wat was dat? Vroeger was dat eigenlijk. Uh, Napoleon heeft ooit uh, in Antwerpen geweest, uh, op de, de Meren, het Koninklijk Paleis. Mm -hmm. Dat was ook zo Napoleon zijn verblijf toen. Maar die had ook stallen. Je hebt zo ook nog de, de, de stal van Napoleon in de sint en ook plaats uh, uh, ja, dat de troepen zaten. Ja. En dus daar waren ook uh, uh, troepen gekazerneerd. Uh, we hebben geraamtes dus van paarden gevonden bij de verbouwingen in de onderkelderingen, want dat was drie keer onderkelderd. Um, daar is dan daarna een grote feestzaal geweest, ook Salons de Boek. Um, dus er zit wel wat geschiedenis in, in, in dat pand. Mm -hmm. En um, in Theater Elkerlik is er ook een geest. Ja. Een geestige kerst? gekerst. Nee, nee, dat nou, is niet vaak nee, vakkeltheater. ja. Maar er is ook een, een, een theatergeest. Daarom laten ze ook altijd dat lichtje branden op de scène hè. voor de theatergeesten. Hè. Ah, ja. In Londen doen ze dat toch? Ah, ja. doen ze dat hier ook? Ja, weet ik niet. Maar in Londen is dat echt een, een... Ah, echt? Ja, theaterlight, en, een ghostlight. Heb jij ooit al geesten opgeroepen? Nee. Ik durf dat niet. Nee, ik vind dat ook, dat moeten we niet doen. Ja. Omdat dat, ik, ik ben daar... Uh, uh, daar zitten bepaalde poorten open denk ik, die je misschien niet moet openzetten. Mm -hmm. uh, maar dat gaat, daar ga ik het stuk ook een beetje over. Ah. Uh, want iemand is daar dan toch wel mee geobsedeerd. Dus ik, heb, uh, ook, ik kan dat ook zeggen tegen de acteurs, ook en ik heb dat ook al tegen Brink gezegd. Dat moet echt, je moet dat... Want er zit een scène in van een uh, seance. Uh, maar dat is ook iets dat je met heel veel respect moet behandelen en, en ook niet te zot over moet doen. Ja. Dus daar gaat het niet echt improviseren op dat moment. Nee. Gewoon je houden aan een tekst. Ja. Stel je voor dat er dan zoiets gebeurt op het podium. Dat je... ja, dan hebben we pers, hè? Ja. 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 En een broek vol ook, denk ik. Ja. Sven, ik wil u heel hard bedanken dat je hier waart vandaag. Dank u. En ik heb ook een cadeautje uh, voor u. Oké. Okay. Ik, uh, ik heb plots beslist. Ja, nee, wacht, gewoon. Dus het is een rij met dozen, oh. roze dozen. En een van die dozen is voor u. Okay. Ja. En het, het, is echt grappig, maar wacht, je moet het eerst open doen. Dus Roos is wel een. een... Ja. ja, jij zit ook in het roze. Ja, dat is echt toevallig. Dochter, Roos, ja. ja. Robin Rosie, ja. mijn dochter Roos. Tomatijs. <laughs> Vanaf nu Tomatijs in de plaats van pikkels. <laughs> het is ook een roze doos, dat is ja, eigenlijk een beetje doos. toevallig. Okay. Doe ze maar open. Daar zit iets in voor u. Ik hoop dat je het tof vindt. Ik hoop dat het past. Het is een t-shirt. Oké, okay, goed. t shirts altijd goed. <laughs> je hebt dat in begin heb het begin van de gezegd. Ja, zie je? Ik Sven de Fritter. Sven de Fritter. Hoe <laughs> oh, weird is dat? Ja, het was echt een moeilijke brainstorm voor u. Maar jij, jij zegt in het begin van die uitzending... Zeg, ik zeg ja, Sven de Ridder. Ja, Sven de Fritter, zegt jij. Dat is wel straf. Dat is raar, hè? Ja. Dus... Die, er is meer tussen hemel en aarde. Ja, het wordt een geestige kerst. <laughs> nee. nee, nee, Geestige God kerst. <laughs> Dankjewel, merci. Graag gedaan. Ik hoop dat hem past, maar als hem niet past, ja, kijk. Het is de medium of de large? Een... Het is zelfs een extra, denk ik. Oh, dat is goed. Ja, omdat dat het was een klein maatje dus. Is uh, shrink. Dus een large. Is pink, pink. <laughs> knipoog, knipoog. Dus voilà, merci. dat was uh, de podcast voor uh, deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja. Dat je uh, 1 minuut en 26 seconden zijn blijven hangen. Dat is altijd leuk als mensen 1 minuut en 26 seconden. Ja. Ja. Ah nee, één Eén uur! Godvertegen, ik heb mijn <laughs> dingetjes. Ik heb dus calculeren, denk ik. 1 uur en 26 seconden. Ze hebben blijkbaar al een record gedaan, dat is al de langste dat ik gedaan heb. Ah, denk ik. Cool. Maar uh, ja, voilà. Okay. Dik Merci vind. ik vond het super tof dat je hier waart Dank en dat alles zo rustig is gebleven. Ja, hè, supertof supertof hè. hondje. Maar we wachten op 27. 27? Ja, want dat is een van mijn favoriete 4, getallen: 5, 6, 7, 8, 59. Doei!